Dag mensen, wat goed om jullie te zien, allemaal hier. Ik gebruik het woord allemaal, maar er zijn nog veel meer mensen op het internet die zitten te kijken en luisteren, hopen en voelen. Goedemiddag, dit is Miracles in Contact. Ik zeg het er maar even bij voor ons gehoor. Het is zondagmiddag, eerste zondag van de maand. En dat is onze gebruikelijke wordt onze gebruikelijke contactmiddag. En ja, zoals jullie weten, onze contactmiddagen hebben tegenwoordig veel meer dan vroeger een virtueel karakter. En we hebben maandenlang moeten opereren vanuit of ons kantoor of sprekers thuis. En nu, vandaag, voor de eerste keer kunnen we weer een klein gezelschapje mensen hebben we kunnen faciliteren om hier binnen te komen. Dus we hebben ongeveer 50 mensen hier in de zaal. En een groot aantal, waarvan ik het precieze aantal niet in gedachten heb. En dat was nog steeds aan het groeien, zag ik, online. En daar is goede reden voor. Want we hebben vandaag een spreker die we niet iedere dag zien. Niet eens ieder jaar. Godzijdank. Nog even huishoudelijke mededeling. We wilden eigenlijk de deur openlaten voor de frisse lucht. Op het balkon, je kunt zo'n balkon op. Er zal geen ontruimingsalarm plaatsvinden hoor. Maar je moet het er altijd even bij zeggen. Dat geldt voor hier. En bij u thuis weet u de weg natuurlijk. En ik denk dat ik dan eventjes nu de spreker van vandaag ga introduceren. Hebben we die ook in het beeld? Dag Diederik. Hier is vandaag Diederik Wolzak, vrienden. En dat is een zeer, die is een zeer gewilde spreker bij ons. De laatste keer dat je hier was, heb ik het ook gemerkt, Diederik, aan de reactie van de mensen en mijn eigen reactie. Je hebt een diepe indruk nagelaten, jou. En jij zit niet te wachten op een complimentje, dat weet, maar wat je bracht, wat je te vertellen had, heeft diepe indruk gemaakt toen. We hopen dat dat vandaag weer zoiets zal zijn, weer het geval zal zijn. Dus hier is Diederik Wolzak. Nog één ding, hebben wij een pauze wat jou betreft? Of zeg je nou, ik ga gewoon door plaspauze moeten de mensen zelf maar bekijken. Moeten ze zelf bekijken, ik weet het niet. Je hebt er niet een planning van, het kan hoor, ik kan op een gegeven moment. We kunnen een uurtje pauze nemen, dat is leuk. Ja. Dames en heren, mag ik het woord geven aan Diederik Wolzak? Dank je, Wim. Dank je. Over complimenten, er staat een hele leuke regel in de cursus die zegt, je hoeft God niet te bedanken, want hij heeft geen ego om het te ontvangen. Maar ik heb nog wel een ego, dus daar kunnen we nog even mee door. Het gaat vandaag over verlies. Ik dacht er een klein beetje over na en ik keek toch naar de 8 of 9 keer dat ik hier al geweest ben. Althans, voor ik heb mogen spreken. En het verlies lijkt me eigenlijk het grootste en het diepste en het belangrijkste onderwerp waar we tot nu toe over gehad hebben. Is er iemand in deze kamer die niets verloren heeft in het laatste jaar? Niemand. Is er iemand in deze kamer die zich vrolijk voelde met het verlies dat ze geleden hadden? Eén verlicht. Dan kom jij hier zitten en dan ga ik daar zitten. Nee. Het is gek dat het woord verlies automatisch gebonden is met geleden. Wat ik zo belangrijk vind voor mij om echt te leren zien wat verlies betekent. Waar komt dat vandaan? Waarom is het zo moeilijk voor speciaal de westerse wereld om aan te nemen dat ons leven continu is, door blijft gaan en niks met het lichaam te maken heeft. En hoe meer ik dat kan aannemen, hoe makkelijker verlies ook is. Ik wil even beginnen met een stukje van Rumi, wat iedereen kent. Iedereen kent het waarschijnlijk uit zijn hoofd zelfs. Maar het is een ontzettend belangrijk gedichtje. Het heet De Herberg. Dit mens zijn is een soort herberg. Elke ochtend weer een nieuw bezoek. Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
Een flits van het inzicht komt als een onverwachte gast. Verwelkom ze. Ontvang ze allemaal gastvrij. Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt en je het geweld je hele huis na het kort en klein slaat, behandel dan toch elk gast met eerbied. Misschien komt hij de boel ontruimen om plaats te maken voor groot geluk. De donkere gedachten, schaamte, angst en het venijn ontmoet ze bij de deur. Met een brede grijns en vraag ze om erbij te komen zitten. Wees blij met iedereen die langskomt. De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd om jou als raadgever te dienen. Nou, dat is één woordje dat ik zou veranderen. En dat zegt, waar je zegt, behandel dan toch elke gast met eerbied. Misschien komt hij de boel ontruimen. Het is niet misschien. Het is absoluut. En hoe meer ik kan aannemen dat wat er ook in mijn leven gebeurt, een geschenk is op een heel diep niveau. En als ik leid van wat er gebeurt in mijn leven, komt dat alleen omdat ik vergeten ben dat het een geschenk is. En ik ben zo in slaap dat ik het niet zien kan. En dan leid ik. Maar zodra ik echt wakker word. Is het iets te dicht op je keel? Is het tenminste niet in mijn keel? Nou, dat niet. Of dit duidelijker wordt. Is dat beter? Kan ik het beter horen? Dank je, Wim. Nou ben ik helemaal vergeten waar ik was. Het geschenk, ja. Wat ik doe. En wat eigenlijk mijn dagelijkse praktijk is. Om continu te kijken van wat wordt er nu aangeboden. Waar is dit voor? Waar is dit voor? Wat kan ik nu leren? Dus een belangrijke les in de cursus is dat dit is iets wat God je aanbiedt om te leren. Dus alles wat er aangeboden wordt, je hondje gaat dood, of je echtgenote sterft, of er komt COVID, overal en altijd op het diepste niveau kan ik ervan leren. En wat kan ik ervan leren? Wat kan ik ervan leren is dat mijn interpretatie, die ik aan verlies gaf, zonder na te denken, gebaseerd is en komt van een overtuiging die ik al lang en lang heb. En die overtuiging die ziet alleen verlies. Die overtuiging is niet in staat om het om te draaien en te zeggen, waar is dit voor? Dat komt van de besluitmaker. Iedereen kent dit verhaal van de besluitmaker, of moet ik het even herhalen? Weet iedereen wat de besluitmaker is? Je noemt het beslisser. Oké, dus iedereen weet dat, ik hoef er niet over te praten. Dat scheelt me weer een half uur. Ik wil even in het... heb je het Hollands? Nee, ik lees hem wel. Geef maar even mee. Ik heb het in het Engels. Kan ik het in het Engels leggen? Is dat te begrijpen door iedereen? Maaike, ik vertel het straks voor je. Maak je geen zorgen. Les 284 is een van die waanzinnige radicale lessen van de cursus. Precies als die andere 364. En die begint met I can elect to change all thoughts that hurt. I can elect to change all thoughts that hurt. Dat betekent ik kan kiezen om iedere gedachte die pijn doet te veranderen. En dan eerder in de cursus heb je al geleerd dat alles, alle pijn die ik heb, all pain comes from my thoughts. My thoughts alone can cause me pain. My thoughts alone can cause me pain. Mijn gedachten alleen doen me pijn. Het is niet verlies. Mijn gedachten alleen doen me pijn. Waarom is het dan dat we zo verslaafd zijn aan het verdriet dat navenant aan verlies ligt? Waar komt dat vandaan? Sommige volken, sommige stammen hebben feesten met begrafenissen. Als je naar New Orleans gaat bijvoorbeeld, dan heb je een prachtige Dixieland band die meeloopt en iedereen danst en iedereen is vrolijk en het is volkomen normaal dat je doodgaat. Maar wij doen dat niet. Ik herinner me al toen ik hier woonde, dat is al bijna 60 jaar geleden, mijn ouders gingen zeker één keer per week naar een begrafenis, zo niet vaker.
Dan ging dat mooie pak weer aan, mijn moeder weer haar mooie kleren. En dan gingen ze naar begrafenis en weer zo verdrietig. Zo was het hele leven. Dus het verdriet werd er zo ingepompt bijna. En dat betekent niet dat ik niet verdrietig zou zijn als mijn dochter sterft. Dat is een proces. En dat heb ik nog niet meegemaakt, dus daar kan ik niet over praten. Maar ik kan wel over andere verliezen praten en hoe je erheen komt. Dus ik wil even deze les doorlezen. Ik krijg er nu een leuke, vrolijke muziek bij. Allemaal dansen. Wat gaan we doen? De eerste regel is: loss is not loss when properly perceived. Verlies is niet verlies als je het goed ziet. Loss is not loss when properly perceived. Pain is impossible. Wie van jullie heeft zo nu dan eens pijn? Mag ik even zien? Handen omhoog. Onmogelijk, zegt de cursus. Wat bedoel je daarmee? Wat bedoelt de cursus met pain is impossible? Ik heb de laatste 6 maanden of 7 maanden het voorrecht gehad om waanzinnig groot pijn te hebben. En deze les die kom ik zo iedere dag 2 of 3 keer per dag tegen. En die zegt, pain is impossible. Waarom is dat waar? Heeft iemand dan de antwoord op? Mark, waarom is dat waar? Waarom is pain impossible een ware uitdrukking? Ja, precies. Dus dat gaat terug naar iets wat de cursus zo'n 125 keer herhaalt. Je bent het lichaam niet. Je bent zoals God je geschapen heeft, je bent liefde. Je bent het lichaam niet. There is no grief with any cause at all. Er is geen verdriet dat ook maar een enkele reden heeft. Laat het even binnen. Ik neem aan dat als we hier met z'n 50 zijn, dat er zeker 30 of 40 mensen zijn die verdriet hebben of hebben gehad. En hier zegt het, er is geen reden voor. Radicaal. Suffering of any kind is nothing but a dream. Lijden, van wat voor soort dan ook, is niets dan een droom. En hier komt het verlossende. This is the truth. At first to be but said and then repeated many times and next to be accepted as but partly true with many reservations. Dit is de waarheid. In het begin zeg je het alleen maar. En dan herhaal je het een paar keer of vaak. En dan langzaam begin je het aan te nemen als gedeeltelijk waar. Moet je horen hoe voorzichtig en lief de cursus is. Want dit 284, als je dat door 30 deelt, dan ben je al iets van 9 maanden bezig. En nog zegt het, next to be accepted is but partly true with many reservations. En dat doen we allemaal. We kunnen deze les lezen en dan hebben we meteen reservaties. Ik weet niet of dat het goede woord is in Holland, wat zou het in Holland zijn? Uitzonderingen. And then to be considered seriously more and more and finally accepted as the truth. En langzaam leer ik om het meer en meer aan te nemen. Ik maak het meer en meer mijn eigen. En uiteindelijk neem ik het aan als absoluut waar. Maar dat ben ik nog niet. I can elect to change all thoughts that hurt. And I would go beyond these words today and past all reservations and arrive at full acceptance of the truth in them. Ik kan kiezen om alle gedachten die pijn doen te veranderen. En vandaag ga ik verder dan deze woorden. I pass all reservations, ik weet niet wat reservations is, voorbehouden. En kom ik tot een volle aanvaarding van de waarheid van deze les. I can elect to change all thoughts that hurt. Het is merkwaardig, is het niet dat wij als mensen zo verslaafd zijn aan het idee van verlies. Dat is een hele korte regel in de cursus die het eigenlijk samenvat. En die zegt dat het ego, what ego fears to lose, is loss itself. Ik moest zo lachen toen ik dat voor de eerste las, want het is zo geniaal.
Wat het ego bang is om te verliezen, is verlies zelf. We zijn geïdentificeerd met verlies. We lopen rond met verlies binnen ons, continu. We verliezen leeftijd, we verliezen vitaliteit, we verliezen geld, we verliezen ouders, we verliezen kinderen, we verliezen honden, we verliezen katten, we verliezen alles. Continu verliezen we. Waar komt dat vandaan? Dat komt allemaal van het ego. En wat is het ego? Het ego is het idee dat ik iets zou kunnen verliezen. Dus natuurlijk komt het daar vandaan. Het ego is het idee dat ik alleen ben en afgescheiden. Natuurlijk kan ik verliezen als ik afgescheiden ben. Hoe meer ik afgescheiden ben of gescheiden ben, hoe meer alleen ik ben, hoe meer ik verlies. Prima, zegt het ego, dat verdien jij. Dus het ego heeft een enorme punitive houding naar wie ik ben. Ik moet continu bestraft worden. En ik word continu bedreigd met verlies. Als je dat niet doet, dan verlies je dat. En zelfs wat doe je dan, verlies je toch ook wat. Dus kijk, het hele dag kijken we het in de ogen en wat doen we eraan? Stoppen we ooit? Stopt er iemand die zegt, wat is dat nou voor onzin? Hoe kan ik in godsnaam iets verliezen als eenheid de waarheid is? Dan wordt het dus duidelijk, waar we vandaan komen is dualiteit. En in dualiteit moet je verliezen, dat is geen keuze. Want er is een jij en een ik. En zolang er een jij en een ik is, gaat een van ons beiden weg. Maar als ik begrijp, en niet alleen begrijp, maar ook integreer, dat er is geen jij en ik. Dan is het onmogelijk om te verliezen. Als ik integreer dat er alleen maar liefde is, als ik integreer dat er alleen maar waarheid is, en alleen maar God. Een van de eerste lessen in de cursus is, God is in alles wat ik zie. Leuk, zegt de cursusstudent, die is al door naar de volgende les. Voorstellen, God is in alles wat ik zie. Stop meteen met lessen. Je bent klaar. Als je dat binnenlaat. Ik had vorig jaar een hele bijzondere ervaring, voor mij althans bijzonder. Het zegt jullie misschien niets, maar ik zat steeds en ik had een huisje gehuurd in het noorden van het eiland. We zaten in dik het bos, net zoals bij Una en Ida. En ik zat buiten en toen zag ik een libelle langskomen. En opeens wist ik het. Opeens wist ik dat ik die libelle was. En dat klinkt zo cliché, dat weet ik. Want iedereen heeft erover geschreven. Maar het werd een ervaring. Het werd opeens waar. Ik was die libelle. En die libelle keek naar mij en hij was ik. En dat moment was zo diep en zo heerlijk. Dat het eigenlijk onmogelijk is om je er eigen zorgen over te maken. Wie maakt er hier nog zo nu nog wel eens zorgen? Hollanders allemaal, alle handen moeten naar boven. En jullie maken je continu zorgen over alles. Is er iets meer nutteloos dan zorgen maken? Kun je het bedenken? Er komt nooit iets uit. Alleen mijn lichamelijke ongezondheid op den duur. Dus het mooie wat de cursus je aanbiedt is een hele series van oefeningen en methodes om door deze dingen heen te komen, door het verdriet heen te komen, door het idee van verlies heen te komen. Door het echt te leren weten met een grote hoofdletter W. Ik ben de liefde, jij bent de liefde, we zijn hetzelfde. We kunnen niet verliezen, er is niks te verliezen. Als eenheid de waarheid is. Nou, kan ik u uitleggen wat eenheid is? Nee, natuurlijk niet. Dat kan niemand uitleggen. Kan je het begrijpen? Nee. Liefde is niet te begrijpen. Eenheid is niet te begrijpen. Maar het is wel aan te nemen. Ergens het begin van de cursus zegt, jouw taak is te leven alsof je geen ego bent. Je hoeft niet te begrijpen. Je gaat doen alsof je weet dat er geen verlies is. En dan kijk wat er gebeurt. En als er dan verdriet naar boven komt, dan weet je waar dat vandaan komt. Verdriet is een verkeerde interpretatie van wat er net gebeurd is. Ik heb het verkeerd gezien. Ik voel verdriet. Er moet een andere manier zijn voor mij om deze situatie te zien.
tenzij ik verslaafd ben aan verdriet. En dan vraag ik de vraag niet. Dan heb ik alle reden om diep in verdriet te zijn. En dat verdedig ik. Ik kan het aan iedereen uitleggen. Hierom ben ik verdrietig. Ik zal het je precies vertellen. En dan begrijpt iedereen het meteen. Maar de cursus zegt, wat zegt hij ook alweer? And suffering of any kind is but a dream. There is no grief with any cause at all. Er is geen verdriet dat enkele reden heeft. Er is ook geen liefde die enkele reden heeft. Begrijp je dat? Zodra er een reden is voor liefde, is het geen liefde. Er is ook geen reden voor verdriet. En weer, ik spreek alleen voor mezelf, het gaat nooit over iemand anders. Ik weet niet wat er zou gebeuren als Stacy zou sterven of mijn dochter zou sterven. Ik heb geen idee hoe ik zou reageren. Maar ik weet wel dat ik 25 jaar gewerkt heb om het anders te leren zien. Want vroeger was ik chronisch verdrietig. Ik was chronisch depressed. Ik was chronisch boos. Ik was chronisch boos op de hele wereld. Ik had alle redenen. En ik had je eens kunnen vertellen wat de redenen waren en je was het met me eens geweest. Jij hebt reden om verdrietig en boos te zijn. Maar een goede vriend zegt dat niet. Een goede vriend zegt, wat geloof je nou? Zodra ik verdrietig ben, heeft Stacy het recht om aan mij te vragen, wat geloof je nu over jezelf? Want nu geloof je iets wat niet waar kan zijn, want je bent verdrietig. En dat betekent niet dat je het recht niet hebt om verdrietig te zijn. Waarom eens? If you want to be sad the rest of your life, go ahead. Dat mag. Je mag best verdrietig zijn tot je doodgaat. Maar waarom zou je? Daar zijn we hier niet voor. Wat zegt de cursus dan? Ons geboorterecht is ongebreidelde vreugde. Onuitsprekelijke vreugde. Dat is ons geboorterecht. Maar we willen het niet. En als iemand kan uitleggen waarom we het niet willen... Want we willen het echt niet. Te zeggen, dat wil ik niet. Ik wil niet ongelooflijk gelukkig zijn de rest van mijn leven. Dat verdien ik niet. Dat mag ik niet. Daar ben ik niet mee opgegroeid. Wie is er thuis opgegroeid met dolvrolijke ouders? Kan ik even de handen zien naar boven? Dolvrolijk, iedere dag. Nee, dat mag niet. En toen kregen we de boodschap, dat mag niet. Je mag niet vrolijk zijn. Zo nu en dan wel. Je mag wel eens naar het strand, dat mag je leuk vinden, maar dan kom je bij thuis, dan wordt het weer serieus. Om de een van de redenen is dat serieus zijn belangrijk voor ons. Terwijl ik nooit iets serieus neem meer. We lachen overal over. Ik heb nog nooit zoveel gelachen als dat jij dat ik de longkanker had en er samen doorheen ging en daar nou, hadden de slappe lach iedere dag. Ik weet niet of je dat filmpje kan van, hoe heet het, Midnight Cowboy. Waar Dustin Hoffman loopt op straat in New York en de auto raakt er bijna aan. Hij zegt, I'm walking here. Dus ik blijf maar zeggen, I'm dying here. Altijd leuk. Blijven lachen. Wat kan er gaan gebeuren? Je gaat dood. Ik geloof niet dat iemand hier levend uitkomt. Het is nog niet gebeurd. We gaan allemaal dood. Waarom maken we het zo moeilijk? Waarom maken we er geen feest van? Waarom verheugen we ons er niet op om te kijken wat er dan gaat gebeuren? Ik heb geen idee. Maar ik ben erg benieuwd. En er komt steeds dichterbij, dat kan ik je wel vertellen op mijn leeftijd. Ik ben zo benieuwd. Ik verheug me erop. Dat is een grapje over verlies. Dat ik net me herinner. Ik ken het alleen in het Engels, maar ik ga het in het Engels proberen. Er is een grootmoeder, die heet Sarah. En die heeft een dochter, die heet Mieke. En Mieke heeft een zoontje, die is 3,5 jaar oud. En Mieke is enorm beschermend voor haar zoontje Bram. En Sarah, grootmoeder Sarah, heeft dus nog nooit een dag met Brammetje samen op stap mogen gaan. Dat mocht niet van Mieke. Maar er komt een dag en de telefoon gaat en Mieke is aan de telefoon. Die zegt, ik moet naar Amsterdam, het gaat me de hele dag duren. Zou je een Brammetje kunnen nemen? En Sarah die zegt, zou ik Brammetje kunnen nemen? Ik wil niks anders. Dus ik heb Brammetje.
Nou, ik denk, ik ga met Brammetje naar het strand. Dat heeft hij nog nooit gedaan, dan gaan we genieten. Nou, Brammetje genoot van het strand, hij zat te scheppen. En Sarah die kon er ook niet van een klein zoontje afhalen. Dus het was helemaal in de hemel. Maar het was een enorme dondersklap en een bliksem en een enorme golf. En Brammetje was weg. Jezus, zegt ze. En ze kijkt naar God en ze zegt, wat je ook wil, ik ga 10 keer per dag naar de kerk. Wat je ook wil, ik geef geld aan arme mensen, ik ga zorgen voor arme mensen. Alsjeblieft, breng Brammetje terug. En ze smeekt en ze ligt op de knieën. Bliksemslag, donderslag, grote golf, daar staat Brammetje weer. Helemaal verbaasd kijkt ze naar Brammetje en kijkt ze naar boven. En ze zegt, hij had een petje. In andere woorden, het doet er niet toe. We vinden altijd iets van verlies. We vinden het altijd. Hij had een petje. Naar het hele grote wonder. En hoeveel grote wonderen komen jij en ik niet iedere dag tegen? En hoeveel keer zeggen we niet, maar hij had een petje. We maken het zo klein. We zijn zo bang voor het groot zijn. Wat het ego bang is te verliezen, is verlies hetzelf. De enige angst die het ego eigenlijk heeft, is de angst voor de liefde. En dat is niet romantische liefde, dat is niet één op één liefde. Dat is liefde. Caritas, het grote, alomvattende liefde. En daar zitten we allemaal in. Dat zijn we. Er is geen ontkomen aan. We vechten er tegen. Ik wil wel liefde, maar op mijn termijn. Ik wil dit en dit en dit en dat van jou. En als je dat allemaal doet, dan hou ik van je. Maar mocht je dat even niet doen, dan hou ik een stuk minder van je. En dat noemen we dan liefde, dat noemen we een huwelijk. Het is een ongoing bargaining session. Jij doet dit en ik doe dat. En we zijn zo'n goed huwelijk, want zij doet de was en ik maai het gras. Prima. Het heeft niks met liefde te maken. Wat is liefde? Liefde is het vreugdevolle aanvaarden van wat is. Je moeder gaat dood. Liefdevol ervaren, vreugdevol ervaren van wat is. Je hondje gaat dood. Vreugdevol ervaren van wat is. Kunnen we dat leren? Is dat van belang? Willen mensen dat leren? Je moet niet onderschatten hoe waanzinnig verslavend het idee van verdriet en het idee van zorgen, het idee van angst is. Het is een enorme verslaving. En het is echt moeilijk om vooraf te komen. En vaak hebben we mensen op ons centrum die beginnen door te krijgen dat er eigenlijk een andere manier is, dat je ook vrolijk kan zijn. En die melden meestal na een week of twee dat ze een griepje hebben. Maar ze hebben geen griep. Ze zijn aan het afkicken. Je bent het afkicken van de negatieve energie die je lichaam instuurt de hele dag lang. Continu. Het neemt een tijdje. En ik zal nooit zeggen dat ik klaar ben. Absoluut niet. Ik weet alleen heel helder dat alles een les is. Dus wat er ook gebeurt iedere dag, doet er niet toe wat het is. Ik kijk ernaar in de hoop te kunnen zien wat de les is die nu aangeboden wordt, zodat ik hem leren kan. Want daar ben ik hier voor. Ik ben hier om op de lange duur, en ik weet niet hoe lang die duur is, en ik vind hem al lang genoeg, voor langzamerhand op 79, maar op de lange duur hoop ik dat ik echt alles kan zien als een les, ook meteen zie waar die wordt voor het aangeboden. En meestal, althans in mijn ervaring, de meeste lessen worden aangeboden om te laten zien dat ik de liefde ben en niks anders. Om te laten zien dat jij de liefde bent en niets anders. Om te laten zien dat Trump de liefde is en niets anders. Stap je er ver? Laat zien dat Auschwitz de liefde is en niets anders. Dat is zeker een stapje te ver. En toch, dat zegt de cursus. Pain is impossible. Suffering of any kind is but a dream.
waanzinnig moeilijk. Maar zo enorm, hoe meer ik het leer, hoe meer ik eruit krijg. Ik, mijn Hollands wordt eigenlijk slechter bij de dag. Maar hoe meer ik dit binnenlaat, hoe meer ik binnenlaat dat er geen verlies is, hoe meer ik binnenlaat dat het alleen maar gedachten zijn die pijn doen. Het zijn alleen maar gedachten die me pijn doen. Dat is fantastisch nieuws. Niets verder kan me pijn doen. Jij niet, niemand. En niets. Mijn lichaam wel. Mijn lichaam is heel goed om pijn. Doe het heel graag aan mij. Maar mijn taak is om me continu te herinneren en te weten met een hoofdletter W dat ik het lichaam niet ben. Ik ben het lichaam niet. Ik ben zoals God me geschapen heeft. Ik ben pure liefde. Zouden we allemaal zo kunnen leven? Zijn we de moeite waard? Of zijn we zo opgebracht, zoals mijn goede vriend Mark, die van vroeger van leerde, dat als je genoeg gestraft bent, dan mag je vrolijk worden. Maar die lering, wat er bij inbegrepen was, dat je nooit genoeg gestraft bent. Nooit. Die straf is nooit afgelopen. Je krijgt een eindeloze, termijnloze straf. Zo zijn velen van ons opgebracht. Wie denk je dat je bent? Doe maar normaal. En doe maar normaal betekent hou je rustig. Doe het niet gehuppeld. Doe het niet gelachen op ontoepasselijke tijden. Doe maar normaal. Ik vind het de hoogste tijd om ophouden met normaal doen. De hoogste tijd om allemaal beginnen te lachen, wat er ook gebeurt. Ik heb een dierbare schoonmoeder. Dat is natuurlijk een contradictio in terminus, maar die heb ik wel. Ik heb een dierbare schoonmoeder, die waar ik ontzettend van hou en zij houdt van mij, wat helemaal pijnlijk is. Ik heb een paar andere schoonmoeders gehad die mij niet zo leuk vonden, maar deze wel. En die is borderline personality. En ik heb professioneel enorm veel ervaring met borderline personality. Zodra zij iets bloedgemeend zegt, wat ze de hele dag doet, dan begin ik te lachen. En dan kijkt ze naar me of ik gek ben, dan begint ze ook te lachen. Dus zij begrijpt nu dat ik haar nooit serieus ga nemen. Dus met mij probeert ze niks meer. Met mij is ze alleen maar aardig. Maar hetzelfde voor jullie met alles wat je tegenkomt. Als je het niet serieus noemt, is het niet zo erg meer. Begrijp je dat? Niets serieus nemen. Er is niets serieus. Je bent allemaal weg. Binnen 20 jaar is iedereen hier weg. Nou, misschien 40. Als ik omkijk, er zijn nog een paar jongere mensen die nog even volhouden. Maar we zijn allemaal weg straks. Waarom zou je iets serieus nemen? Kan je iets zeggen? Iemand hier, vertel me wat je serieus noemt. Nou, dat durven ze niet meer. Kom maar. Ja, Mark. Ja. Ja. En jouw zelfbeeld, dat hangt af van jou serieus nemen. Zolang jij het serieus neemt, zegt hij hier, zie je wel? Dat ben ik. Terwijl, als ik dat zelfbeeld niet meer serieus noem en me eindelijk realiseer dat ik dat zelfbeeld zelf verzonnen heb, het is niet alleen een zelfbeeld, het is ook zelf gemaakt, dan moet je toch beginnen te lachen. Want iedereen hier heeft een zelfbeeld gemaakt en iedereen is enorm verknocht aan dat zelfbeeld. Is verknocht een woord? Ik vind het zo'n mooi woord. Misschien betekent het niks, maar ik vind het een mooi woord. Iedereen is eraan verknocht. Iedereen vindt zijn eigen zelfbeeld belangrijk. Dit ben ik, dit is mijn persoonlijkheid. Dit is mijn persoon, dit is mijn karakter. Je hebt geen karakter. Je bent pure liefde. En op die pure liefde heb je een paar betonnen lagen gelegd die overtuigingen zijn. En door die betonnen lagen heb je geen idee meer dat je liefde bent. En wat ons werk doen en wat jullie werk zou zijn, is die betonnen lagen langzaam af te breken zoals vroeger de bunkers werden afgebroken. Wij wonen in een bunker. En die moet afgebroken. Ja. Op dit moment gaan we verder. Dus we proberen identiteit te vinden. Laat ik een schilder noemen. Timmerman, Alex,
Dat is Ja, begrijp ik. Ik wil even meteen erop springen. Jij zegt, de cursus zegt dat God voor je zorgt. Nee, dat zei ik niet. Oh, wat zei dat de cursus zegt, ik moet zo zeggen. Oh. Dat komt bij je. Oké. Okay. Dan heb ik ook de gedachte, nou, ik laat het gebeuren. Dan moet je even de klemtoon op het woord hoeft zeggen. Ik hoef niets te doen. En waar dat het mee bedoelt, is dat ik hoef niets te doen om te bewijzen wie ik ben. Ja. Mijn waarde is bepaald door God, ik hoef niets te doen. Ja. Dat betekent niet dat ik niks ga doen. Dat zijn twee hele andere dingen. Maar die andere die je eerder zegt, dat is daar kom ik zo vaak tegen, dat is voor mij een misunderstanding van God will look after me, God will take care of me. Wie hebben dat gevoel? God zorgt wel voor me. Dat betekent niet dat hij een baan geeft. Dat betekent wel dat hij jou leert om volkomen vrolijk en tevreden zijn zonder baan. Dat leer je. Dus ik ben dolgelukkig of ik een baan heb of niet. Ik heb die baan nodig, misschien moet ik de huur betalen of ik moet mijn auto betalen of wat dan ook. Daar heb ik een baan voor nodig. Als ik dat niet deed, ik weet niet wat er zou gebeuren. Iets anders, een andere les zou naar boven komen. Maar ik hoef niet te werken, mijn waarde is bepaald door God. Ja, ik wil nog altijd iets waardoor ik dus geld niet op het busje bij te krijgen. Ja. Maar ik zoek nog steeds naar de identiteit, wat ik nou eigenlijk op de hart is, wat ik zo. Waarom zoek je ernaar? Leg het even uit, waarom is dat zo belangrijk voor je? Waarom het belangrijk is voor mij? Ja, die identiteit, waarom is die. Ja? Geld verdienen, dus identiteit. Dus jij wil een identiteit als een geldverdiener. Hoe heet je? Het zal mij begrijpen en gaan in deze wereld. Ja. En er is geen wereld anders dan jouw gedachten. Hoe heet je? Robert. Robert? Dus Robert is achternaam is geld verdienen. Ja. Nou, dan kennen we allemaal. Ja. Maar dat ben je niet. Ramana Maharshi en Nisargadatta en Bunja en die andere verlichten van de vorige eeuw, die zeggen het is heel eenvoudig om verlicht te worden. Je blijft vragen, wie ben ik? En als er geen antwoord is, dan weet je wie je bent. Maar jij zoekt nog naar die identiteit. En zolang je dat doet, ga je op de 180 graden de andere kant op dan waar je heen wil. Je wil naar geen identiteit. En jouw ego zegt, als het maar een identiteit is die mensen kunnen herkennen, dan hebben ze respect voor me, dan ben ik erbij, dan hoor ik erbij. Dat is niet waar, je hoort er al bij. Je hoort dus van deze vraag alleen hoe krampachtig dualiteit is een illusie te scheppen van eenheid. Maar dat kan het nooit doen. Het ego begrijpt niet wat eenheid is. Dus het ego wil een identiteit. De Heilige Geest, de liefdevolle zelf, die zegt, je bent het al. Je bent de liefde. Dat is de beste baan die je ooit kunt krijgen. Toch angst en jagen. Oké. Okay. Het voelt angstaanjagend om dat los te laten. Okay, dat is eigenlijk wat ik zeg. Doe even je ogen dicht. Dus je zegt dat is angstaanjagend. Ben je bereid om te zeggen dat gaat alleen over mij, dat gaat niet over mijn baan, dat gaat niet over geld, dat gaat niet over wat mensen van me denken, dat gaat alleen over mij? Ik ben bereid om te zeggen het gaat niet over mij, het gaat niet over geld, het gaat niet over een baan. Het gaat niet over een identiteit. Het gaat alleen over mij. Het gaat alleen over wie ik denk dat ik ben. Het gaat alleen over mij. Ja. En dan ga je naar de volgende stap. En die vraag, wat voel je op dat moment? Als je denkt, wat is het vandaag? Zondagmorgen moet je weer naar een baan gaan zoeken. Right? Wat voel je nou? Vertel eens iets over die angst. Wat voel je? Wat voel ik dan? Ja, een soort doelloosheid. Doelloos, ja. Is dat een bekend gevoel? Ja. Hoe oud was je toen je dat voor het eerst voelde? Datzelfde gevoel. Waar komt dat vandaan? Als kind
ten eerste sprak mijn moeder van mij. Dus als mij iets werd gevraagd, gaf zij antwoord. Oh. En mijn vader ging het regelen. En dan ging ik natuurlijk doen wat hij wilde. Ja. En daar was geen keuze in. Dus jij bestond er eigenlijk niet. Je had niks te zeggen en je kon niks doen. Ja. Geen wonder dat je zo'n behoefte hebt aan een identiteit. Ja. Maar die behoefte aan de identiteit is een beetje misleid. Die gaat nu die kant op. Laten we weer samen deze kant optrekken. Laten we weer zeggen, ik weet wie ik ben. Ik ben de liefde. Dat is mijn identiteit. Wat mijn ouders ook deden of zeiden, of niet deden of niet zeiden, had niks met mij te maken. Ik weet wie ik ben. Ik ben liefde. Ja. Ik heb niet nodig wat mijn ouders van mij vinden. Ik kan mijn eigen weg vinden. Ja. En die weg is al klaar. Ja. Je moet alleen maar besluiten te gaan lopen. Het is allemaal gedaan. Dus echt... Ik hoef alleen maar thuis te komen. Het is al gedaan. Ja. Dankjewel. Dus echt vertrouwen betekent ik laat mijn valse identiteit gaan. Want daar komt nooit iets uit. En ik ga me overgeven aan mijn ware identiteit als liefde of als God of als oneindigheid. Want dat ben je en dat ben ik. En daar kunnen we elkaar ontmoeten. Daar kunnen we communiceren. In de dualiteit kan je nooit communiceren. Je kan alleen woorden spreken en andere mensen spreken woorden. En soms ben ik het mee eens, soms ben ik het niet mee eens. Maar dat is niet communiceren. Communiceren is van liefde tot liefde. Dat is de weg. Dankjewel. Ja, dank je. Ik hoop dat je een mooie baan krijgt. Of niet. Verder nog een vraag. Ik heb een vraag aan Diederik. Ja. Dag ik Diederik. Luister. Ja, dag, fijn dat je er bent. Ik zit helemaal te genieten en ik word ook enorm gerustgesteld door wat jij zegt. Met name het libellenverhaal. Maar mijn vraag gaat over hetgeen jij zei over serieusheid. Mm-hmm. Bedoel je dan het leven niet serieus nemen? Of bedoel je dan dat je jezelf niet serieus moet nemen? Want daar loop ik juist tegen aan. Ik ben 58. Wat is het leven, Colette? Wat is het leven? Ja. Tijdelijk. Waarom zou je het serieus nemen? Ja, als het tijdelijk is. Ja, dat stelt me ook heel erg gerust. Het wordt opeens heel, heel simpel daardoor. Maar het gekke is... Ik heb juist vorige week besloten om mijzelf wat serieuzer te nemen... zodat andere mensen dat ook gaan doen. Oeh. Ja, oeh. Ja, dat dacht ik al dat je dat zou gaan zeggen, ja. In die woorden zelfs, ja. Ja. Wat kan het je godsnaam schelen wat andere mensen van je denken? Daar ben ik inmiddels wel overheen, maar... Dat hoorde ik niet. Nee, maar ik merk wel dat er toch een loopje met me wordt genomen als ik er zeg maar met zelfspot in zit. En als ik wat meer met de vuist op tafel sla en krachtiger ben, dan wordt er... naar mij geluisterd en word ik serieus genomen, zoals ik dat dan noem. En wat vind je dan belangrijk? Als het gaat om zakelijke dingen wel. Want ik wil... Zakelijke dingen, Colette, zijn neutrale dingen. Ik had gisteren, gisteren geloof ik, gesprek gehad met hele goede vrienden van mij. En die staan op het punt om misschien in een jaar of twee te verhuizen. En ze zijn allemaal een beetje aan het bejaard aan het worden. En toen kwam de vraag naar boven, wat zou er gebeuren als ik hier alleen ben? Als ik hier alleen overblijf? En dat werd een angstige vraag. Er zat angst in en zorg. Maar als ik die angst en die zorg met een zesstappenproces weghaal, tot ik kan kijken naar een neutraal feit... Dan kunnen we beslissingen nemen. Want dan maak je een beslissing over iets neutraals. Maar zolang je iets, wat dan ook, gewicht geeft of belangrijk maakt, dan is het een ego-verhaal en dan kom je er niet uit. Dan krijg je of gelijk of je krijgt ongelijk. En ik wil geen gelijk, ik wil geluk. Precies. En waarom kan je dan godsnaam wat schelen wat mensen van je denken?
Ja. Dus in het Engels zeggen ze het heel eenvoudig. Your opinion of me is none of my business. Ja. Nou ja, weet je, als er iets van afhangt natuurlijk wel. Maar in dit geval... Dan is het wel belangrijk. Ja. Je moet goed luisteren. Je moet heel goed luisteren naar jezelf. En iedereen trouwens, want iedereen doet hetzelfde. Je bent niet anders dan 7 miljard mensen. Iedere mensen vinden wat ze zeggen meteen belangrijk. Mm-hmm. Terwijl het zou prachtig zijn dat we kunnen leren, want wat ik ook zeg is volkomen onzin. Ik zit hier gewoon onzin te babbelen. Hoe voelt dat? Heerlijk. Ja dan. Ga dat dan doen. Neem jezelf niet serieus. Je komt er nooit uit. Je komt er geweldig. Niet uit. Ja. Geweldig is dit. Ja. Dankjewel. Ja. Zit je in een bikini en daar mogen we je niet zien? Wat is dit? Ja, zoiets. Ja, ja dat dacht ik al. Ja, nee, ik dacht, ik doe het maar even op deze manier. Volgende keer dan ben ik er dan weer krijgen bij. We... Oké, okay. Dank je voor je vraag. Dankjewel, Diederik. Ik heb Evert en Lucia. 2. Die mogen we wel zien. Hallo, hier Lucia. Dag Diederik. Hoor je mij? Ik hoor je, maar ik zie je nog niet. Wiebe is aan het werk, die gaat het allemaal versieren. Ah, daar zijn jullie. Ja, ik heb geluisterd naar wat je zegt en ik doe met Evert samen ook een beetje de 6 stappen en zo. Maar ik zit nog wel met een paar dingen, want ik heb... in ene kanker gekregen bij mijn oog. En toen dacht ik, oeps, ik moet anders gaan kijken, kennelijk. Waarom zit dat daar? En wat jij zegt raakt me ook wel, dat je zegt van, dat ik gestraft word daarmee. En ik ben ook altijd een beetje aan het strijden met een... ik kan die liefde voelen. Als je zegt, je bent liefde, kan ik het voelen. Maar er zit ook een soort godstuk tussen. Van, het is eigenlijk daarboven, maar waar zit het dan hier? En waarom word ik dan gestraft hiermee? Dus een soort soep. Ja. En heel veel verdriet zit daaronder. Ja, natuurlijk. Dus er is geen ontkomen aan. Het idee van straf, daar kom je zo omheen door te leren vragen, waar is dit voor? Wat wordt me aangeboden met deze kanker? Ja. Het kan alleen maar een cadeautje zijn. Het idee van straf moet je laten gaan. Ik weet niet hoe je het laat gaan, maar als je het niet laat gaan, dan word je de rest van je leven gestraft. Ja. Het komt van jouw gedachtes. In jouw gedachtes verdien jij gestraft te worden. Hoe was het thuis vroeger? Ja, wat heel veel straf. Zo'n onderhuisse straf ook, van je deed het niet goed. Ja. En dan werd je in de wc gezet met het licht uit, want daar kon je nog niet bij. Dus die angst zit er wel in, ja, voor het leven ook. Ja. En wat was de boodschap die je zelf gaf? Dat je ouders zomaar in de wc zou kunnen zetten zonder licht en dan moest je maar zitten. Wat betekende dat voor jou, over jou? Ik doe er niet toe. Ik ben niet goed. Ja, ik ben niet goed. En ja. De kanker zegt hetzelfde tegen je. Maar die kanker heeft misschien een andere boodschap. Zou dat kunnen? Ja, dat hoop ik. Nee, hoop is voor losers. Oh. Dus nou, mijn eerste reactie toen ik het hoorde was wel... ik wil anders kijken naar mezelf. Ja. Maar hoe doe ik dat? Dat is een kwestie van mind training. En dat is de cursus. De cursus is een hele... solide, jaarlange mindtraining, levenslange mindtraining. En dat ga je leren. Dat is echt niet wat natuurlijk komt voor ons. Dat heb ik wel gemerkt. Dus je moet het echt leren. Dus als jij en Evert even samen kijkt naar hoe jullie leven is veranderd sinds die kankerdiagnose, wat is gebeurd tussen jullie? Hoe is jullie verhouding veranderd of niet veranderd? Met betrekking tot geld hebben we andere keuzes gemaakt. Ja, maar ik ben meer geïnteresseerd in jullie emotionele wereld samen. Hoe voel je je samen? Heel goed. Heel goed, ja.
En is maar dat het anders? Was daarvoor ook al. Nee, dat was goed. Is goed. Dus je voelt geen verandering. Die kanker heeft niks teweeggebracht tussen jullie samen. Nee. Nee. Het is hetzelfde. Dan blijf je zoeken. Waar is het voor? Wat wordt er aangeboden? Nou, ik denk meer in mijzelf dat ik mijn negatieve gedachten geloof. Dat is zo waar. Mm-hmm. Ik ben bezig met een bedrijf opzetten. En wat jij ook zegt van God voor je zorgen. Zo van, ja, iedere keer loop ik aan tegen, vind ik het eigenlijk wel belangrijk. En een soort grote angst van, ik kan het niet. Het wordt niks. Mm-hmm. Dus jij hebt een overtuiging dat jij het niet kan. Ja. Dat het niet gaat lukken. Het is er niet voor mij, dat dacht ik. Ja. Wel voor iedereen die ik help, maar niet voor mij. Niet voor jou. En wat zegt dat over jou? Zie je hoe je rondloopt, hoe je rond terugkomt bij ik moet gestraft worden? Ja. Vergeef me de overtuiging dat ik gestraft moet worden. Ja. Dat is waanzin. Dat is waanzin. Niemand moet gestraft worden. Er is geen straf nodig voor wat dan ook. Het doet er niet wat je gedaan hebt. Er is nood voor correctie. Maar correctie is geen straf. Correctie betekent, ik ga het anders zien. Ik ga mezelf anders zien. Ik ga mijn overtuigingen bekijken en of ik die kan transformeren. Die kan ik transformeren, dat ga ik dan ook doen. Maar dat is geen straf. Dat is een proces. Daar zijn we hier voor. Maar alsjeblieft, probeer samen zo veel mogelijk het idee van straf te verbannen uit je gedachten. En ik wil je niet bang maken, maar in mijn ervaring, in mijn gevoel, in mijn gesprek met vele, vele mensen, de dergelijke gedachten van straf, gepaard aan een ziekte, die helpen die ziekte niet. Die? Die helpen die ziekte niet. Nee. Nee. Dus echt. Maar ik hoor vandaag pas, valt het muntje van, oh, straf. Oh. Want ik weet dat ik anders moet kijken, maar wat, hoe, waar? Snap je? Dus dat is wel heel fijn, dank je wel. Ja. En hoe waar, dat leer je op den duur. Je gaat beginnen waarschijnlijk door de beslissing maken, of de beslisser noemen jullie het, besluitmaker, te leren om te zeggen van ik weet wat mijn ego zegt, ik moet bestraft worden, ik ben slecht geweest, ik doe er niet toe, ik ga het toch nog halen. Dat weet ik, dat verhaal ken ik. Dat heb ik al 79 jaar gehoord. Ik ga nu even naar mijn liefdevolle zelf. Noem het God binnen. Noem het de Heilige Geest, wat je het ook noemt. Ik ga even vragen, wie ben ik eigenlijk? En wat denk je dat het antwoord zou zijn? Liefde. Ik ben de liefde. En dan vraag je, waar is die kanker voor? En dan krijg je een antwoord. Voor liefde. Het is altijd om liefde. Het gaat altijd om liefde. En wat is liefde? Ik zal het een keer herhalen. Het is het vreugdevol aanvaarden van wat is. Dus jij hebt kanker. Dat is. Het vreugdevolle ervaren daarvan is het doel van de kanker. Kanker heeft een doel. En dat is het doel, om dat te leren. Nou, het is weg, het is weggehaald. Dus het is goed. Maar mijn hoofd zegt, ja, dat kan je nou... Weer die angst. Het is mooi dat je dat zegt. De kanker zit in je hoofd namelijk. Die zit in je gedachten. Dat is de vorm van straf die jij gekozen hebt. Okay. Dus die hou je in je hoofd. Ja. Kan je zeggen, ik ben absoluut onschuldig? Ik ben onschuldig. Absoluut onschuldig. Absoluut betekent dat het onmogelijk is om schuldig te zijn. Absoluut onschuldig betekent dat er geen optie buiten dat. Ja, ik ben absoluut onschuldig. Dank je, dat is de waarheid. Dat ben je. Dank je, wat er ook met je lichaam gebeurt. Ja. Wat er met je lichaam gebeurt is nooit een straf. Het is altijd een les. Het is altijd een vraag, wat kan ik nu leren? Nu wordt er iets aangeboden. Dit is verschrikkelijk. Maar ik herinner me nog toen, ik zat samen met Stace bij mijn dokter, toen hij de CT's kwam terug en er zat een tumor aan deze kant. En hij zei, ik heb slecht nieuws voor je. Je hebt waarschijnlijk longkanker. En toen keek ik naar Stacey, nou dan moet ik anders gaan eten.
En toen zei hij, ik heb nog nooit zo'n reactie gehoord. Ik heb je een doodvonnis gegeven. En je zegt, ga het anders eten. Omdat ik het niet serieus neem. Niets serieus nemen. Je gaat een bedrijf opzetten. Leuk. Maak er iets leuks van. Precies. Ja. En of je haalt het of je gaat bankroet. Ja. God kan het niet zoveel schelen, kan ik je wel vertellen. Mm-hmm. Liefde. Er is alleen liefde. En God is in alles wat je ziet. Die is in een succesvol bedrijf en die is ook in een bankroet bedrijf. God heeft geen voorkeur. Die zegt niet, dat vind ik leuk, maar dat vind ik niet zo leuk. Dan zijn we terug in dualiteit. En God is het symbool van eenheid. Begrijp je dat? Ja. Mooi. Ja, ik snap hem. Dank je. Dus ik hoop dat je met vol vreugde en zonder hoop... Maar wat betekent hoop? Waarom denk je dat ik zeg, hoop is voor losers? Nou, dan leg je het ergens daar neer. Precies. Ik hoop dat het morgen mooi weer is. Ja. Ik hoop dat ik een vliegtuig haal morgen. Nou, of ik haal het of ik haal het niet, dat is niks te hopen. Of het regent niet, dat is niks te hopen. Hoop betekent dat, in het Engels, in de cursus staat er een hele mooie regel die zegt, it's the idea that there's a state somehow different from the one I'm in, that I would be better off in. Dus het idee dat er een situatie is die anders is waar ik nu in ben, waar ik me beter zou voelen. Dat is hoop. Het is geen andere situatie. Het is alleen nu. Dus genieten. Ja. De enige taak die je hebt is om te genieten. En als je niet geniet, dan moet je jezelf even vragen, wat geloof ik nu? Want ik geniet niet. Nu geloof ik iets over mezelf dat niet waar zou kunnen zijn, want ik zit niet te genieten hier. Oké, ik mag er niet, ik doe er niet toe, is dat waar? Nee, dan ben je weer terug aan het genieten. Dus dat is iets wat je de hele dag doet als een GPS. Dus je maakt even een verkeerde af, je gaat rechtsaf en de GPS, wat heet het dan? Tom, die zei rechtdoor, maar jij ging rechtsaf. En dan zegt de Heilige Geest dan de volgende keer, ga dan even rechtsaf hier. En zegt het liefdevol. Terwijl het ego zegt, ik vertelde je rechtsaf te gaan, nu ben je alleen. Zo doet het ego. Maar God, binnen jou, want dat is de enige God die er is, die is oneindig geduldig met je. Die weet wat je aan het werken bent. Die weet dat je aan het ontdekken bent wie je bent. En soms is het makkelijker voor sommige mensen, soms is het heel moeilijk voor andere mensen. Ja. Je doet het fantastisch. Dank je wel. Blijf lachen. Ja, jij ook. Oké, dank je. Dank je wel. Is er een vraag in de kamer? Ja. Ja. Mag ik daar wat vragen? Nee. Mag wel, maar we hebben ook techniek. Nu wel. Ja, nu wel. Ja, Diederik. Ik raak denk ik toch wel is erg verstrikt in mijn rol als moeder. Oh. En grote cirkels, elke keer weer opnieuw van falen, dan weer boos zijn, beschuldigen, het komt door jou, oh ik doe het niet goed. Die vind ik zo ingewikkeld en die is zo echt, mijn rol als moeder. Ja. Wat is een moeder? Oh, wat is een moeder? Een rol? Ja, het is een rol. Ja. Het is een rol die je aangenomen hebt. Een rol waar onze gemeenschap een hele stel regels voor heeft. Van een moeder doet dit. Een moeder gedraagt zich zo. En wat ik hoor, dus dat jij niet helemaal past in die regels. Ja, denk het. Mijn kinderen die... om in termen van de cursus te spreken, denk ik, die lijken het soms heel moeilijk te hebben. Angst. En vind ik moeilijk vanuit mijn rol als moeder om mee om te gaan. Dus dat komt dan heel echt. Ja, het is heel echt voor mij. Je vindt het moeilijk omdat het jouw angst is. Het is niet je kinders angst. Het is jouw angst. Ja. Het is jouw angst. Ja. Ik heb een verhaaltje van ongeveer 18 jaar geleden.
deed ik een ongelooflijke mooie workshop, heel hoog in British Columbia. Daar kon je alleen maar met de vliegtuig komen, op een reservaat. En er was een man die vroeger Amerikaanse toeristen begeleidde om grizzlies te gaan bekijken. En op een van deze reizen had hij 3 Amerikanen bij zich en ze waren hoger, ver weg met kano's en dergelijke. En hij wist dat ze een beetje te laat waren om op tijd bij de hut te komen. Dus hij zei tegen die Amerikanen, moet je oppassen, want nu wordt het een beetje link, want we hebben nog zeker een half uur. En als het duister wordt, dan is er een goede kans dat we aangevallen worden door een grizzly. Dus we waren allemaal klaar voor. En opeens voelde hij het. En die grizzly die kwam eraan en hij zei dat hij de Amerikanen wegspringen. En die grizzly viel hem aan, die sloeg hem op zijn rechterschouder, trok zijn arm uit het lid. En hij voerde een schot. En hij wist dat hij de grizzly geraakt had. Maar omdat een Indianen, die hebben een enorm sterke liefde voor alles wat leeft, omdat ze weten dat ze hetzelfde zijn, Indianen begrijpen die eenheid die wij niet begrijpen, hij wist dat hij die grizzly af moest maken. Want anders leidde hij te veel. Dus hij ging achter de grizzly aan en bleef maar zeggen, hoorde zichzelf maar zeggen, ik ben te jong om te sterven, ik ben te jong om te sterven, ik wil niet sterven. En uiteindelijk na 1,5 dag die grizzly volgen, vond hij hem en kon hij de genadeslag geven. En toen hij terugkwam op het reservaat, dan hadden ze een cirkel en vertelde hij dat verhaal aan de elders. En die elders begonnen te lachen. En die zei, wat heb jij toch een groot ego. Dat was jouw stem niet, dat was de stem van de grizzly. Die zei, ik ben te jong om te sterven. Dus we halen alles door elkaar. Je bent geen moeder. Maar wat ik wel zou doen, als ik ooit nog terug mag komen als een nieuwe vader, en ik herinner me wat ik nu geleerd heb, waarschijnlijk niet het zal gebeuren. De enige taak die jij hebt is om eerlijk te zijn met je kinderen hoe je voelt. En dat te demonstreren. Dus je zei, ik word wel boos nu dan. Meteen zodra je boos wordt, trek je het terug en dan zeg je hardop, ik ben boos, maar het gaat niet over jullie. Het gaat over mij alleen. Alleen over mij. En dat hoef je echt maar een beetje te doen, dan weten de kinderen. En dan doe je een vol proces in front of them, waar ze bij staan. En na een paar keer weten ze het precies. Ze weten het precies. Ik heb de vorige keer geloof ik, een paar keer geleden, een verhaaltje verteld van een echtpaar dat bij me kwam. Die waren op het punt van een echtscheiding. Ze konden elkaar niet uitstaan. Ze konden niet naar elkaar kijken zelfs. We deden 2 of 3 sessions en het ging veel beter. Ze waren opeens weer verliefd op elkaar. Het was erg leuk. En de 4e session vroegen ze of ze hun zoontjes mee mochten nemen. Ik zat echt mijn zoontjes maar mee. Die waren 4 en 5 jaar oud. En het waren echte jongetjes. Wat dat ook betekent. Maar wilde beesten waren het. En die klommen overheen. Die klommen over mij heen. Ik dacht 1,5 uur session. Wat een ongelofelijke waste of time dat was. Ze gingen naar huis. En de vader had nu geleerd om te mediteren. Dus die zat heel rustig. Hoe doe je dat zo? Die zat zo te mediteren. En de 4 jaar oude, wat een klein jongetje was, die blies een papieren zak op. Die deed zo naast zijn vaders hoofd. Nou, die vader zei, naar je kamer, naar boven. Zoontje naar boven gestuurd. 'S ochtends kwam hij bij het ontbijt. En toen zei hij tegen zijn vader, toen jij zo boos was gisteren, dat ging niet over mij. Wauw. 1 session. 1 session. Dus als jij het echt serieus doet, je doet je eigen werk in front of your kids. Dat ze je kunnen zien. Ze kan ook zien hoe je verandert. Ja. Nooit blamen, wat is schuld, nooit schuld geven. Nooit, nooit, nooit. Niet aan je ouders, niet aan de regering, niet aan wat dan ook. Nooit schuld geven. Je bent overal verantwoordelijk voor, 100%. En dat leer je kinderen. Dus die gaan dan leren om ook geen schuld te geven. Die gaan ook leren om het aan te nemen. Die gaan ook leren dat het ergens voor doet. Je bent boos om voor een reden. Waarom werd je boos, denk je? Kan je vertellen de laatste keer dat je boos werd? Oh jee. Ja. Vanochtend. Ja, oké. Omdat mijn dochter heel hard ging schreeuwen. Je werd boos omdat je dochter ging schreeuwen. Hoe oud is ze? 11.
Ja, die schreeuwen wel eens. Ja, ook nog steeds, ja. En dat maakte je boos? Ja. Goed. Wat zegt step 2 ook alweer? Ik blijf het vergeten. Ja, dat ging niet over haar. Oh, waar gaat het wel over dan? Ja. Het ging echt over mij. Het gaat over mij. Okay. Sorry, ik moet er echt om lachen, want ik zie het. Dank je. Ja. Ja. Dan weet je het dus. Ja, nu wel. Toen niet. Ja, maar dat is oké. Het is een leringproces. Ja. Je leert het. Het neemt tijd. Ja. Als iedereen in het werk opeens opkomt, dan zou het een pil zijn. Maar we nemen geen pil. Dus het ging over jou. En zij schreeuwde en je werd boos. Dat gevoel van boosheid, is dat bekend? Ja. Ja. Hoe vaak word je boos in een week? Eerlijk zijn. Eerlijk. Ik denk dat veel mensen het niet zien, maar heel vaak. Ja. Ja. Dus vaak hou je het binnen en ik niemand ziet het. Binnen. Ja. Dus zeg een keer 20, 30 per week? Minimaal? Nou ja, dat zou best kunnen. Ja. Oh jee. Ja. Dus dat is je verslaving. Ja, nou, onder andere. Sorry. Dat gaan we later. Ja, nee, boos. We gaan nu even bij de boosheid blijven. Ja. Dus dat gevoel van boosheid, dat komt ergens vandaan. En toen je een klein meisje was, kan je herinneren toen je dat voor het eerst had, die woede? Waar kwam dat vandaan? Je vader of je moeder deden of zeiden iets. En je voelde opeens diezelfde boosheid die je voelde toen je dochtertje schreeuwde. Ja. Wat gebeurde dan? Mijn vader lachte me uit. Je lachte je uit? Ja. En wat zei het over jou? Ja, dat ik totaal, hoe noem je dat, waardeloos, helemaal gewoon niks waard. Ja, ik ben volkomen onbelangrijk. Ik denk niks, ik heb geen enkele waarde. Dus als jouw dochter schreeuwt, dan geeft ze jou dezelfde boodschap. Want zij weet dat jij dat schreeuwen zo vervelend vindt. En toch schreeuwt ze. Ja. Krijg. Maar hoe weet zij dat? Kinderen weten alles. Kinderen kennen hun ouders meteen. Waarom? Omdat ze dezelfde overtuiging al binnengehaald hebben. Na een week heb je dezelfde overtuiging die ouders hebben. Na 8 jaar zit het goed vastgecementeerd. Dan weet je precies wie je bent, want je hebt om je heen gekeken. Ja. En daar heb je geleerd wie je bent. Ja. Ja. Dus jouw vader of je moeder was net zo onbelangrijk als jij denkt dat jij bent. En als jouw dochter van je hield, dan zou ze nooit schreeuwen. Hè? Dat is de gedachte. Ja, dat zegt jouw ego. Ja, jeetje, ja. Maar het leuke is dat haar schreeuw heeft niks met jou te maken. Haar schreeuw is een neutraal feit. Ze schreeuwt. Ja. Wat ga je ermee doen? Hoe ga je het interpreteren? Ja, precies. En als zodra je zelf dat proces gedaan hebt en je voelt je vol liefde voor jezelf en daarom ook voor je dochter, dan kan je vragen, als je schreeuwt, wat gebeurt er voor jou? Hoe voelt dat? Ja. Nou ben je een moeder. Nou ben je een moeder. Mooi. Het heeft niks met geboorte, het heeft niks met lichamelijke activiteiten te maken. Het heeft alleen maar te maken met, word jij de leraar die jouw dochter nodig heeft? Ben je bereid om dat te doen? Zeker. Prachtig. Mooi, dankjewel. Hoe heet je dochter? Janneke. Janneke. Ja. Janneke gaat ervan genieten. Als jij een beetje volwassen wordt. Ja, fijn. Ja. Daar ga ik ook van genieten, denk ik. Iedereen neem ik aan. Ja, mooi. Dank je. Ja, dank je wel. Volgende vraag. Maaike had een vraag. Ja. Wacht even, Maaike. Je krijgt een wapen. Ik ben niet gevaccineerd. Heb je nog omhelst ook? Ja. Judas! Binnenkort komen er misschien regels van dat mensen die niet gevaccineerd zijn niet meer in bioscoop mogen, niet meer uit eten en meer van dat soort regels. Mm-hmm. Dat vind ik een zeer zorgelijk iets waar ik mij door buitengesloten voel, alsof ik er niet toe doe. Nou, ik ga je meteen een vraag stellen. Dat gevoel van buitengesloten voelen, is dat nieuw voor jou? Nee. Dank je. Dus het heeft niks met vaccinatie te maken. Heb je dat gemerkt? Mensen verbergen zich achter al die onzin over COVID. Maar waar ze zich achter verbergen, is hun eigen overtuiging. Je voelt je altijd uitgesloten. Ja, ik denk meteen aan Costa Rica. Dat was mijn mantra ook, van ik doe er niet toe. Ja, precies. Ik doe er niet toe. En nu wordt het weer bewezen. Ja.
En als ik er toe wil doen, dan moet ik een prik krijgen die ik niet wil hebben, waar ik eigenlijk in principe tegen ben op het ogenblik. Waarom is jouw reden? Het gaat mij niks aan. Maar het is hetzelfde verhaal. Dus hoor je hoe belangrijk het is om weg te gaan van het verhaal direct. Want in het verhaal zijn er meer mensen die niet gevaccineerd zijn hier, show of hands. Ja, jullie kunnen allemaal naar het gaat op de duur naar dezelfde plaats. Nou, misschien kunnen al die ongevaccineerden naar één bioscoop. Dat zou mooi zijn. Of één terrasje voor ongevaccineerden. Dat zou heel mooi zijn. Een leprosiekolonie, ja. Ja. Dus het gaat over jou. Het gaat niet over de vaccine, het gaat niet over COVID, het gaat niet over uitgesloten. Ik kan niet uitgesloten zijn. Ik merk ook al dat ik er al meer afstand van neem, zeg maar. In het begin heb ik me best depressief gevoeld en slachtoffer, maar ik merk dat ik daar al meer afstand van kan nemen. Ja. Ik wil geen slachtoffer zijn. Dat betekent niks. Wat je zegt is, ik ben geen slachtoffer. Zeg ik wil geen slachtoffer zijn, dat betekent dat er een mogelijkheid is om een slachtoffer te zijn. Er is geen mogelijkheid om slachtoffer te zijn. Er zijn geen slachtoffers. Er zijn miljoen mensen die denken dat ze dat zijn. Ik ook, van tijd tot tijd. Maar dat is onmogelijk. In de eenheid kan je geen slachtoffer zijn. God is in alles wat ik zie. Er zijn geen slachtoffers. I can elect to change all thoughts that hurt. Dus wie ben je? Ja, ik ben vrij en kind van God. Ja. Maakt niet uit wat ze ook doen of zeggen. Ja. En dan mag je dat terrasje niet op. Nou, zo wat. Mag je die film niet zien? Oké, okay. Er zijn andere films. Doe ze niet toe, ik weet wie ik ben. Houd makkelijk, houd eenvoudig, doe het meteen. Zodra je iets voelt, ik kan je niet sterk genoeg aanraaien. Zodra je iets voelt dat anders dan liefde en diepe vrede is, meteen zeg je wat geloof ik nu over mij. Niet over COVID, niet over vaccinaties en Pasen en al die andere onzin. Wat geloof ik nu over mij? Oké, ik hoor er niet bij, mag er niet bij zijn. Nou, dat is een bekend verhaal. Is dat waar? Nou, absoluut niet. En mijn gedachten wel zo nu en dan, omdat ik nog terug ga naar mijn ego, dan hoor ik weer hetzelfde verhaal. Maar het is niet waar. Het is nooit waar geweest. Er is niks buiten jou. Je hoort erbij. Je bent het. Je bent het. You are that. I am that. Cool? Dank je. Okay. Volgende vraag. Hi. Hi. Ik knal van de hoofdpijn en ik heb nou eigenlijk altijd eeuwig voel ik pijn. En ik noem dat ook een verslaving. Ik heb dus geen pil gevonden om er vanaf te komen. Maar de pil, weet ik zeker, zal in mij zijn. En soms voel ik dat ook wel, dat van mij. Van mij. Oh, iets zegt erbij, horen jullie mij? Ja, sowieso. Oké. En ik had twee glazen bij, een kop thee en een kop water zomaar, omdat ik dacht ik wil drinken. En zonder dat ik het bewust was, heb ik ze opgedronken tot zo'n bodempje. En toen dacht ik, ik heb nog twee aspirine in mijn tas zitten. Ik kan best met dat bodempje doen. En toen dacht ik, wat wil ik hier nou leren? Nou, ik wil dus leren eerlijk te zeggen, eigenlijk is de aspirine niet de oplossing. Dat is mijn gezonde denken en het voelen van dat iets wijzers is dan wie ik gewoonlijk, of zoals ik mij gewoonlijk gedraag. Dus ik zit te stoeien met medicijnen. Mm-hmm. Daar moet ik een vreemde gedachte over hebben, want daar denk ik, ja, helpt het, zal ik niet. En zo zit ik dan maar heen en weer. En ik schiet er eigenlijk niet zoveel mee op. Ik blijf een beetje hangen in, nou, goh, ik heb het kunnen uitstellen. Nou, dat is fijn. En dan op een gegeven moment kruip ik toch naar zo'n pil. Ja. Dan ben ik zwaar teleurgesteld. Zo van, ik kon het toch niet alleen. Oh, wacht even. Dus teleurstelling, ben je wel eens meer teleurgesteld geweest in jezelf? Ja, ik denk dat ik vanaf het begin geleerd heb dat ik moest teleurgesteld zijn in mezelf. Want ik deed niet wat men wilde. Precies. Dus teleurstelling is een verslaving, niet pijn.
Teleurstelling is verslaving. Teleurstelling. En Kenneth Wapnick zegt het heel eenvoudig. De cursus in wonderen, studenten moeten leren normaal te doen. Ja. Als je pijn hebt, neem je een pil. Er zijn andere methoden en die kan je proberen. Ik gebruik zelf een methode die zegt gewoon wie is die ik die pijn heeft. En dan gaat die vaak weg. Maar als je hele lichaam pijn doet, dan is dat moeilijk vol te houden. Neem je een pilletje. Betekent niks. Het zegt niks. Het zegt niks over jou. Het zegt nu ben ik nog niet zo ver dat ik het zonder een pilletje kan. Er is geen oordeel over en niemand kan er een oordeel over hebben. Hetzelfde met antidepressiva, pharmaceuticals. Zo is het gegaan. Precies hetzelfde. Als en dan iedere keer proberen te stoppen. Nou, op een gegeven moment ben ik in de hel terechtgekomen. Ja. En terwijl ik in de hel zat en daar een of andere psychiater tegenover me zat. En ik zei, bus bang. Toen kwam, en die mag regelmatig uit mij komen, waar ik zeer dankbaar voor ben, waardoor ik er nog zit. Die zei, en dat hoorde ik mezelf wibberend zeggen, hier ligt ook mijn kans. Mm-hmm. En daarom ga ik door. Ja. Maar ik dacht, ik moet even kleur bekennen. En dat mogen jullie ook allemaal weten. Want ik schaam me er niet voor. Maar ik vind het zo jammer dat ik nog steeds in strijd ben. Je weet wat het woord maar betekent, hè? Je zei, ik schaam me er niet voor, maar. Weet je wat maar betekent? Ik schaam me wel. Wat ik daarvoor zei is niet waar. Dat is wat maar betekent. Je schaamt je er diep voor. Daarom breng je het op. Daarom praat je erover. Wat is jouw oordeel over mensen die pillen nodig hebben? Of die pillen nemen? Eerlijk zijn. Keihard zijn. Die kunnen het niet zelf. Die kunnen niet zelf. Want zeg, wat is je oordeel over mensen die het niet zelf kunnen? Nou, dat ik een zwakkeling ben. Zwakkeling ben. Dat is een van jouw overtuigingen. Ja. Ik moet het alleen. Ga die, Godzijdank, dus dat niet waar. Nee, dat weet ik ook daarom. Sluit het boek altijd aan. Ja. Dus het idee dat je een zwakkeling bent, is een overtuiging die jij hebt. Die moet je transformeren als je er ontbraakt wil. Het is niet waar dat je een zwakkeling bent. Je bent de liefde. Er zijn geen zwakkelingen. Er zijn waarschijnlijk 2 of 3 of 4 of 5 miljard mensen op de planeet die denken, net zoals jij, net zoals ik, dat we zwak zijn. Dat is niet waar. Het is een verkeerde overtuiging. Je bent niet zwak, je bent de liefde. En als je een pil neemt, wat betekent dat? Dat betekent dat je een pil neemt. Dat is de enige betekenis die het heeft. En dat betekent dat op het ogenblik de pijn zo erg is, dat ik er iets aan wil doen. Er komt zo'n valse stem bij, die zegt, ach, je zwelgt. Oh, ik zeg, dan komt er zo'n valse stem, die dat altijd weer vals wil maken, je zwelgt erin. Ja. En dan de besluitmaker. Besluitmaker. Die hoort dat. En die zegt. En die gaat meteen naar de liefdevolle zelf. Ja. En zegt, wat denk je ervan? Ja, in mijn zogenaamde goede dagen, die werkelijk goede dagen zijn. Ja. Kan ik ook om lachen. Dat God zo'n idiote klojo en sadist zou zijn. Het bestaat niet. Ja. Maar er komen weer. Dus het is nog niet helemaal clean. Ik geloof nog niet in de totale liefde. Daar gedraag ik me ook niet altijd naar. Maar ik ben het wel. Dus ik ga door. En we worden vriendjes met elkaar, de liefde en ik. Want ik ben het. Yeah. Never make yourself wrong. Nooit jezelf, hoe noem je dat? Nou, eigenlijk veroordelen. Ja. Nooit jezelf veroordelen. Wat je ook gedaan hebt. Kijk ernaar en vraag, waar was dat voor? Stacy, mijn gade, die werkte vroeger in een pain clinic. Pain clinic waar mensen alleen kwamen met erge pijn. Een pain clinic. Oh. En daar leerden ze dat als jij die pijn laat gaan en je doet er niks aan, dan wordt die steeds groter en wordt het steeds moeilijker om het te controleren. Dus het is beter voor jou lichamelijk om gauw een klein pilletje te nemen. Of te wachten tot het zo ontzettend is dat je het niet meer uit kan staan. Het is gezonder in de long run om het zo te doen. Ik weet niet of dat waar is, maar sommige mensen leven zo. Ik probeer het ook altijd uit te stellen. Ik denk ook dat ik een zwakkeling ben als ik een pil neem. Maar er zijn echt tijden dat ik zeg, fuck it, ik neem een pil.
Oké, okay. Ik ben nog steeds onschuldig. Ik heb twee klanten voor u. Twee klanten, breng ze binnen. Goedemiddag, Diederik. Hoor je mij? Ja, ik kan je zien en horen. Ja. Oké. Ja, ik ben dit jaar begonnen met de cursus in Wonderen. En het brengt mij nu ook al heel veel. Ook met bepaalde stukken die naar boven komen. Alleen, ik heb het idee dat ik de laatste weken luister ik ook naar afleveringen van jou. En ik heb het idee dat ik steeds meer aan het dromen ben. Dus het is... ik ben vrij chaotisch van nature en ik droom steeds meer. En dat ik denk van, verandert het ook in je dromen als je zelf bewuster wordt? Voor mij, ja? Absoluut, ja. Absoluut. Ik doe zesstap proces in mijn droom. Continu, als er iets verkeerd gaat in mijn droom. En ik had vroeger nachtmerries, iedere nacht, schreeuwende nachtmerries, tot ik een jaar 14 was. Nu krijg ik ze nu de nachtmerrie en dan hoor ik mezelf zeggen, dit is een droom. Laten we even kijken wat er aangeboden wordt terwijl ik slaap. Dat wordt gewoon een gewoonte. Dus ik heb nooit meer een nachtmerrie. Ik ga het meteen een proces van maken. Even wachten, hoe doe je dat proces maken? Oh, we hebben een nieuwe slachtoffer. Nou, dat is een heel mooi boek. Er zijn twee mooie boeken die je kopen kan. Eén heet, er gaat nooit iets verkeerd. Die moet je meteen kopen. En die andere heet Choose Again. Die moet je ook meteen kopen. En als je die uit... Precies. Waarom vraag je die vraag dan? Je weet het al. Je weet het al. Heb je dan niet gelezen? Ik ben op de helft bijna. Je bent weggevallen. Oh. Hoor je me niet meer? Ja, nu wel. Oh, sorry. Ik heb hem nog niet helemaal uit. Alleen, heeft het ook zin om je dromen op te schrijven 's morgens? Dat je daar iets van leert nog, of niet? Dit is een droom. Een droom is een droom binnen een droom. Ik doe geen droominterpretatie. Het interesseert me niet. Dit is al genoeg droom waar ik aan werken kan. Ik hoef het niet moeilijker te maken. Oké. Ik neem aan dat er hele belangrijke psychiaters zijn, zoals meneer Jung, die je alles kan vertellen over dromen. Maar dat doe ik gewoon niet aan mee. Het interesseert me niet. Maar als het jou interesseert, moet je dat absoluut volgen. Het doet er namelijk niet toe. Alles is een droom. Of het je slapende droom of je wakende droom is, doet er niet toe. Het is allemaal een droom. Alles wat je ziet in je droom, ben je zelf. En alles wat je ziet in deze droom, die we in deze zaal hebben, is ook mezelf. Je komt altijd alleen jezelf tegen. Of je denkt dat je slaapt, of je denkt dat je ook in de Jumbo staat te shoppen. Maakt niet uit. Het is allemaal een droom. Alles is een droom, precies. Het ego wil het belangrijk maken. Dus ik wil naar een deskundige die mijn dromen kan interpreteren voor me. Ja. Want en dat is niet nodig. Nee, dan krijg ik mijn identiteit weer terug. Hé, dat was een opluchting. Ja, ik heb weer 400 euro besteld. Oké, dankjewel. Oké, dankjewel. Droom verder. Hi Peter. Hoi, goeiedag Diederik. Hoi. Ja, ik had eigenlijk een vraag over mezelf eigenlijk. Want ik kan bij mezelf bijvoorbeeld, de grens moeilijk aangeven eigenlijk. Doordat komt dat mensen eigenlijk heel vaak over mijn grenzen heen gaan. En ik zelf ook. En doordat ontstaat er bij mij een hele erge boosheid. En wat is het doel van de grens? Om mezelf een soort van te beschermen eigenlijk. Ja. Wie is dezelfde die je beschermt? Mijn identiteit. Ja. Ja. Laat al die grenzen gaan. Zo gauw mogelijk. En hoe meer mensen over je heen lopen en hoe bozer ze je maakt, hoe beter het is. Hoe meer je ze beledigt, hoe meer ze jou beledigen, hoe beter het is. Mm-hmm. Iedere keer als dat gebeurt, heb jij een gelegenheid om terug te komen naar wie je bent.
Wie jij bent, kan niet belegerd worden. Het is onmogelijk. Jij kan me niet beledigen. Je kan me niet beledigen. Dus, niemand kan mij beledigen. Ja. Mensen kunnen zeggen, dingen tegen mij zeggen die me raken, omdat ik er mee eens ben. Ik geloof het al. Dus de enige manier waarop ik jou pijn kan doen met mijn woorden, is om iets te zeggen wat jij al lang gelooft. En dan word je boos op mij. Ja, klopt. Dat had je niet moeten zeggen, zeg je dan. Ben je toch, hoe oud ben je nou? Ik? Ja. 27. Je zegt dat al een jaar of 25, zeg je dezelfde dingen tegen jezelf. Maar als iemand anders het tegen jezelf, dan word je boos. Ja. Wat zou ik tegen jou kunnen zeggen wat je boos zou maken? Vertel het maar even. Ja, op dit moment kan ik even niets bedenken, maar als... Dat is niet waar. Niet al horen. Ja, als je iets zonder mijn toestemming zou doen. Als je iets van mij zou vragen. Waar je eigenlijk niet mijn toestemming voor vraagt. Daar zou ik boos voor om kunnen worden. Oké, dus ik doe iets wat jij eigenlijk niet wou dat ik zou doen. Ja, precies. En dat maakt je boos. Wat zegt dat over jou als ik dat doe? Hoe zie ik jou? Ik doe gewoon wat ik wil. Het kan me niet schelen wat jij wil. Ik doe wat ik wil. Wat zegt dat over jou? Wat is de boodschap die je krijgt? Ja, ik weet het niet. $50. Ja. Je weet het wel, maar je wilt het niet zeggen. Dus, ja. Wat zou het kunnen betekenen? Anne Jokke? Oké, dan zal ik je even terugtrekken. Hoe heet hij ook weer? Peter. Peter had het over het feit dat iemand iets doet tegen zijn zin. Hij wou niet dat doet, maar hij doet het toch. Die andere doet het toch. Ja. Wat betekent dat voor hem? Welke betekenis zou hij dat kunnen geven? Ja, maar hij wordt boos. Dus hij heeft er een betekenis gegeven. Wat zou dat kunnen zijn? Ik doe er niet toe, het is mijn schuld. Hoor je dat? Ja, het is mijn schuld. Ik doe er niet toe. Ja, ik doe er niet toe. Iedereen kan doen wat ze willen. Ik heb niks te zeggen. Waar komt dat vandaan? Ja, sowieso vanuit mijn jeugd natuurlijk. Ja. Dus er gebeurde dingen toen je klein was, die waren tegen jouw wil. Ja. Je ouders deden dat, of je vader of je moeder, een van beiden, of misschien allebei deden dat. En toen heb jij een overtuiging gevormd die zegt, ik doe er niet toe. En die grenzen waar je mee begon, het doel van die grens om jezelf te beschermen van de wetenschap dat je er niet toe doet. Dus zolang ik maar aan iedereen vertel hoe ze zich moeten gedragen, dan hoef ik niet naar mijn overtuiging te kijken. Oké, ja. Laat die grenzen gaan. Want je kan niet op de enige manier waarop ik bij mijn overtuiging kan komen, is door me niet comfortabel te voelen. Discomfort is aroused to bring the need for correction to awareness. Ja. Ja, wat de enige reden waarom ik niet tevreden ben, is om iets te leren. Niet om te zeggen, hey, zo praat je niet meer tegen mij. Of dat kan je niet doen. Dat heb je vorige week gedaan. Ik heb gezegd, dat moest je niet meer doen. Dat is geen zin. Daar leer je niet van. Dus niet bang zijn. Niet bang zijn voor je gevoelens. Niet bang zijn voor wat mensen tegen je kunnen doen. Want ze kunnen niks tegen je doen. Ze kunnen wel iets tegen je lichaam doen, maar daar hebben we het niet over. Dus je hoeft eigenlijk ook helemaal geen grenzen aan te geven eigenlijk. Je bent er geniet. Ja. Ja, precies. Okay. Grenzen zijn volkomen onnodig. Nou, er zijn situaties in huwelijken waar een hoop woede en lichamelijk geweld is. Dan heb je even de grens nodig.
Mijn normale leven, mensen kunnen alle, je kan alles tegen me zeggen wat je wil. Nee, en als je me raakt, dan ben ik zelfs nog meer dankbaar ook. Jezus, dat wist niet dat ik dat nog voelde. Ik wist niet dat ik dat nog dacht. Leuk, dank je. Begrijp je het? Ja, ik begrijp hem. Je weet het diep van binnen ook zelf wel, natuurlijk. Maar ja, dan komt er toch weer natuurlijk die stem van het ego. En die praat je natuurlijk op dat moment natuurlijk wel even om. Het ligt in de buitenwereld. Je moet daar iets veranderen natuurlijk. Ik moet hier iets veranderen. En, dus, ja. Dus wat je leert in de cursus en wat we allemaal leren over hoe lang we ook met de cursus bezig willen zijn, is om niet meer naar het ego te luisteren. Om steeds meer die besluitmaker of de beslisser te laten opgroeien tot de volwassene die zegt, ja, dat verhaal ken ik. Ik ga even vragen, wat is de waarheid hier? En dan zegt het, oh honey, ik weet wie je bent de liefde. Hmm. Dat is het enige wat je bent. Ja, mooi. Cool? Ja, nee, dankjewel Diederik. Dank je. Ga door. Je bent net begonnen, dus ik ga nog een jaar 40 door te gaan. Kenneth Wapsik zei iets heel leuks over de cursus. En die zei, als je denkt dat je de cursus begrijpt, begin maar weer overnieuw. Oké? Iemand in de zaal die een vraag heeft? Geen vragen. Iemand buiten? Veronique. Ja, hi Diederik. Ik heb heel mijn leven al een soort haat-liefde-verhouding met werken. En ik heb nu 1,5 jaar niet gewerkt. En er is een baan op mijn pad gekomen. En ik dacht, wat ga ik hier doen? Ik ga alleen maar liefde brengen. Mm-hmm. En dat lukt me redelijk. Alleen komt er toch weer soms iets naar boven van, ja, ik wil eigenlijk mijn biezen pakken en naar Turkije gaan en daar een beetje rondreizen. Alleen dat, ik weet dat dat het niet is. Wat is het wel? Want het werk is het ook niet. Nee. Maar ik kom er niet zo goed achter. Je wil er niet achter komen. Je zei, ik heb een liefde-haatrelatie met werk. Wat je eigenlijk zei, ik heb een liefde-haatrelatie met mezelf. Met mezelf, ja. Het doet er niet toe wat je doet. Je kan in Turkije gaan reizen, je kan Tanzania olifanten gaan schieten. Het doet er niet toe wat je doet. Die haat en die liefde gaan toch mee. En meestal is het alleen haat. We denken dat er ook liefde bij is, maar die is er niet bij in het begin. Wat je ook doet, je komt jezelf tegen. Dus of je naar Turkije gaat, of je gaat die baan doen. En je zei het al prachtig in het begin. Het enige doel van die baan is om liefde uit te geven en te ontvangen. Ja. Het enige doel om naar Turkije te gaan is om liefde uit te geven en te ontvangen. Ja. Als je een olifant schiet, dan geef je dus kennelijk geen liefde uit, dus dat gaan we niet doen. Daar komt het op neer. Ja. Waar is die baan voor? Wat is het doel van een huwelijk? Om te leren houden van. Wat is het doel van een baan? Om te leren houden van. Daarom zijn we hier. Het is heel eenvoudig. Die baan betekent niks. Nee. Nee. Nee, dat merk ik ook steeds meer. En ik werk er nu een maand. En ik voelde ook steeds meer het plezier terugkomen. Fantastisch. Ja. Nou, dan heb je een hoop geld gespaard, want je was eerst naar Turkije gegaan. Ja, er gebeurde wel iets heel erg moois, omdat ik heel erg bezig ben met Choose Again. En ik ben jeugdcoach. En ik was bij een gezin. En een klein jongetje van 4. En moeder en stiefvader. En we zaten zo met z'n allen te praten bij elkaar buiten. En moeder vertelde dat ze een burn-out had. En ik was aan het praten met het jongetje. En ik zei tegen Sam.
Sam, hoe is dat nou voor jou? En Sam vertelde nou, dat hij dat best wel moeilijk vond, want mama was niet aanwezig en ze sliep heel erg veel en ze wilde niks. Nou, dat was afgerond en Sam die ging een Magnum eten en buiten spelen. En toen zei de moeder gelijk tegen mij, wat erg om dit te horen. En toen zei ik, ben je bereid om er anders naar te kijken? Ik zeg, zou je het ook kunnen zien als een geschenk? En dat lukte haar. Ja. Dat jouw kind zich zo prettig voelt, dat hij kan gewoon zeggen wat hij voelt en hoe het voor hem is. En dat maakte mij ook heel erg blij. Ja, maar wat hij zei, het gaat dieper. Het is niet dat hij jammer vindt dat moeder geen energie heeft, dat ze er weinig kan doen. Waar het om gaat is dat het zijn schuld is. Ja, ja. Dat is het belangrijkste, om dat echt te realiseren. Ja. Het kleine jongetje is zijn schuld dat zijn moeder een burn-out heeft. Ja. En dat hij dat erkent en ziet dat het niet waar is, en dat is jouw taak. Ja. En dat kan je hem uitleggen door over jezelf te praten, niet over hem. Nee. Dus je neemt het woord jij uit je vocabulaire. Dus je praat als een coach of als een therapeut, praat je alleen over jezelf. Zodra jij zegt, heb je het over iemand anders, dan weet je niet eens waar je het over hebt. Nee. Dus het gaat altijd over mij. Dus als ik met zo'n klein jongetje zou zeggen, weet je, mijn moeder die had ook zoiets, die was enorm gedepresseerd. En wat ik geleerd heb, en het nam een tijd om het te leren, dat ik dacht dat het mijn schuld was. Dat is toch te gek, zeg je dan tegen dat jongetje. Maar dat jongetje weet waar je het over hebt. Ja. Want hij voelt het. Ja. Okay, altijd over jezelf praten. Ja. Ja. Ja, dank je. En dat het ook een tijdje neemt om dat te genezen. Om dat te herstellen. Ja. Want wij denken dat alles onze schuld is. Alles is onze schuld. Als je een klein jongetje om je heen kijkt, is alles jouw schuld. Je vader dronk, jouw schuld. Je moeder depressief, jouw schuld. Tweede Wereldoorlog, jouw schuld. Ja. Alles. En het is jammer dat wij toen we jong waren dat niet leerden van dat dit toch niet bestond toen we klein waren. Maar nu wel. Nu bestaat het. Nu kunnen we leren om terug te keren naar de waarheid. Je bent onschuldig, hij is onschuldig en zij is onschuldig. En dan kan je gaan werken, waar komt die burn-out vandaan? Wat is het doel van de burn-out? Ja. Het doel van de burn-out is op het ogenblik van wat ik hoor alleen om dat jongetje te laten weten dat hij onschuldig is. Dat is het doel van de burn-out. Ah. Dankjewel. Heb je dat? Ja. Ja. Oké. Dank je. Maar dat is dus heel fijn als ik dat kan doen. Ja. Ja. En dan kan je over een jaar ga je naar Turkije met vakantie. En tussentijd help je een hoop mensen. Ja. Prima leven toch, hè? Ja, prima leven, ja. Dacht ik ook. Dank je. Dank je. De tweede keer? Hi Diederik. Hallo. Ik heb een vraag, iets waar ik enorm mee stoei. En dat is altijd in de communicatieve sfeer met mensen. Dat als iemand dan iets zegt wat niet leuk is, of iemand die komt niet echt prettig uit de hoek. Is het dan de bedoeling dat je dat bespreekbaar maakt? Of laat je dat zitten? Want ik merk dat ik het steeds moeilijker vind om er wel wat van te willen zeggen. Hè? Dus je gevoel uiten. Maar ook in verbinding te blijven. Ja, maar je mag je gevoel best uiten, maar het interesseert me geen moer. Het kan me niks schelen wat jij voelt. Wat is het doel van jouw gevoel?
Dat je die ander in een vriendschap duidelijk maakt dat je het toch niet zo leuk vindt wat ik zit hier te genieten gewoon. Is het zo stom? Nou, ik ga je niet meteen stom noemen, maar dom wel. Nee, dat is inderdaad... Ken je dit werk of is het helemaal nieuw voor je? Wat zeg je, sorry? Ken je dit werk, Colette? Ben je hier bekend mee of is het een beetje nieuw? Het is een beetje nieuw, maar ik doe wel de cursus in wonderen. Ja, iets meer doen. Het gaat nooit om een ander. Iedereen kan zeggen wat ze willen. Begrijp je dat? Ja. Daar hoef ik nooit over te praten. Het is volkomen onnodig. Totdat ik me volkomen tevreden voel en volkomen in liefde voor de persoon die net iets zo naar zei, maar niet daarvoor. En als ik volkomen in liefde ben, dan zou ik kunnen vragen. Toen je dat zei, voelde je iets? Was er iets aan de hand voor je? Kunnen we er even samen naar kijken? En dan zegt hij of zij sodemiet erop. Of hij zegt, dank je, daar wil ik echt wel even naar kijken. Maar het hangt af van jouw relatie. Wie is de persoon met wie je probeert te praten? Maar nooit het idee hebben dat jouw gevoelens belangrijk zijn. Alsjeblieft, graag, nooit. Nou, in het kader daarvan kijk ik juist heel erg naar mezelf. Van, is mijn energiestroom wel goed? Zit er ergens een blokkade? Kan ik wel vanuit mijn hart acteren? Doet mijn buik wel mee? Dus ik ben naar een energetisch therapeut gegaan. Die daar ook blokkades heeft gevonden. En van de andere kant denk ik, kan ik dat niet zelf? Kan ik niet zelf zorgen dat ik weer in één centraal punt in mezelf kom? Of moet je dat door iemand van buitenaf laten repareren? Het hele werk is ontworpen, including the course, ontworpen om je het zelf te doen. Dus ontzettend zes stappen proces heb ik ontworpen om het alleen te kunnen doen. Dat je niemand nodig hebt. Dus je hebt niemand nodig in waarheid om er te komen. In het begin, en misschien zo nu en dan, is het ontzettend leuk om iemand te hebben waar je even mee kan praten, want ik zit een beetje vast. Iemand zei het, ik vond het zo erg wat ze zei, ik wist niet wat ik mee moest doen. Ik wou eigenlijk gaan praten met die meneer, dat heb ik niet gedaan. Wat komt er naar je boven als je iets hoort wat zo pijnlijk is, waar je zo nodig over moet praten? Wat voel jij? Afwijzing. Jij voelt afwijzing. Waar komt dat vandaan, denk je? Ja. Wanneer voelde je dat voor het eerst? Kan je dat herinneren? Nee. Maar ik weet wel dat het van vroeger komt. Ja. Dus het is een oud gevoel. Er zijn geen nieuwe gevoelens. Dus alle gevoelens die ik heb, dat is een herhaling en weer een replay van wat er vroeger al gebeurd is. Dus een gevoel van afwijzing, want iedereen heeft zo nu en dan. Dat komt uit de vroege jeugd en het betekent, ik hoor er niet bij, ik ben niet belangrijk. Niemand zal ooit van mij kunnen houden. Ja. Ik word afgewezen. Ja. En dat is een afgrijzelijk gevoel. En omdat het zo'n verschrikkelijk gevoel is, wil jij praten met die meneer die dat zei of die vrouw, zodat dat niet meer naar boven hoeft te komen. Dan zijn we terug bij die grenzen waar we het eerder over hadden. Mm-hmm. Herinner je dat? Ja. Dus nooit je gevoelens valideren. Dat doen andere therapeuten wel. Die zeggen, ja, ik begrijp dat je dat voelt. Ik voel het ook. Moet je hard weglopen. Ik weiger te begrijpen wat jij voelt. Want als ik het begreep, dan was er een reden voor. Volg je dat? Mm-hmm. Er is geen reden voor boosheid. Er is geen reden voor verdriet. Het zijn allemaal uitvindingen van mezelf. Dus ik heb een overtuiging dat ik afgewezen ben, dat ik afgewezen moet worden, omdat ik zo unlovable ben, wat het woord ook is. En dan hoor ik dat overal. Ik krijg van iedereen dezelfde boodschap. En dan wil ik naar al die mensen toe en ze vertellen, je moet anders praten. En in het boeddhisme is daar een mooie oplossing voor, of in hindoeïsme. Je kan de wereld bedekken in leer, zodat je voeten, blote voeten geen pijn doen. Of je kan schoenen aandoen. En ons werk is schoenen aandoen.
Dus ik probeer mensen niet te veranderen. Niemand hoeft te veranderen. Ieder kan zeggen wat ze willen. Oké. Dank je wel. Ja, nou, dus pittig. Ik heb wat huiswerk te doen. Ja. Een klein beetje, ja. Dank je wel. Ik ook. Dank je. Heb je er nog één? Nee. Nou, dus. En niemand hier heeft een hand die omhoog kan met een vraag? Annie Jokker. Ik zit eigenlijk al de hele middag te twijfelen of ik zal inbrengen of niet. En nu is echt zo het gevoel van, nou, op het nippertje misschien toch maar wel. Oké, dus stop. Die twijfel alleen is jouw proces. Daar begin je mee. Oké, dus dank je. Een anderhalf uur geleden wou je wat zeggen, of een uur geleden. En sindsdien had je eigenlijk een proces kunnen doen wat het meteen opgelost had. Wat zei die twijfel over jou? Aandacht vragen. Het voelde voor mij een beetje negatief om het te vertellen. Okay. Maar ik merkte tijdens de middag dat het bleef maar oppoppen. Bij alles wat je zei kwam mijn verhaal naar boven. Dus vandaar dat ik nu denk, ik wil het toch delen. Maar ja, ik veroordeelde het. Het was aandacht vragen. Ja, en dat mag niet. Nee, natuurlijk. Want jij bestaat eigenlijk niet. Nee. En je bent volkomen onbelangrijk. En niemand wil horen wat jij... Het is niet belangrijk genoeg, zoiets. Ja, precies. Ja. Nou, doe het dan maar toch. Al ben je onbelangrijk. Wat zeg je? Doe het nou maar toch. Zeg het maar. Verhaal. Ja. Ja, dat kwam er mij op toen jij begon te vertellen over verlies en dood. En toen herinnerde ik mij een situatie, dat was heel veel jaar geleden. Toen gaf jij hier voor een groep, dat was in Eemnes, een holotropic breathing sessie. En daar was ik bij. En daar heb ik iets beleefd wat eigenlijk... ja, altijd waardevol voor mij geweest is. En ik weet niet of ik dat toen verteld heb, maar ik lag op de grond die ademoefening te doen. En ik beleefde heel veel verschillende dingen, maar ineens zag ik mezelf in een concentratiekamp op zo'n afvalkar liggen. En ik keek daarnaar en ik lag bovenop een stapel lichamen. En ik... Het viel mij op dat ik eigenlijk daar helemaal niet zo upset door was. Ik voelde me vrij neutraal. En ik keek van, ben ik nou dood of niet? En toen ontdekte ik dat er niet zoveel toe deed of ik nou wel of niet dood was. En het goot van de regen. En dat was ook niet zo bijzonder. En toen hoorde ik een stem... En die stem die zei heel helder tegen mij, Anne Joker, er is nog steeds niets aan de hand. En dat kwam zo diep binnen. Mm-hmm. En ik stroomde echt toen vol van liefde, want dat was voor mij wel een voorbeeld van, nou, als er zelfs dan niks aan de hand is, dan hoef ik de hele rest ook niet serieus te nemen. En ik weet dat ik... Na die oefening, toen waren we weer met z'n allen bij elkaar. En ik kon wel op de tafel springen en dansen van geluk. Zo. En dat was echt de vreugde. En dat, daar moet ik nog vaak aan denken. Als ik weer eens vergeet, dat ik het allemaal niet zo serieus hoef te nemen. En toen leefde je echtgenoot nog, hè? Hij leefde nog, maar ja. Toen hij stierf, heb ik ook een stukje over geschreven. En dat kon ik pas 7 jaar na zijn dood schrijven, dat toen hij overleed, ik ook in vreugde was. Mm-hmm. En dat daarna ook wel weer verwarmd was en ik vrij snel een andere partner vond. Dat was ook wel verwarmd van zo snel al, ben je niet in de rouw dan en zo. Maar heel veel dieper zat dat van... Er is niets aan de hand. Ja, mooi. En een collega van jou heeft mij ooit eens gezegd, daar gaat dat stukje over, dat er was iets gebeurd, zijn vader was overleden.
En toen had hij heel helder binnengekregen. Why should today be any different than any other day? En dat heeft mij toen ook heel erg geholpen. En deze week is de man van mijn beste vriendin overleden. En ik heb haar dat ook gestuurd. En dat vond zij ook weer heel... Zij kon dat heel goed ontvangen. Dat wist ik ook wel. Mooi. Dus die neutraalheid. En als ik daarin merk van... ik hoef het dus allemaal niet serieus te nemen. Dan wordt die neutraalheid... Ja, dan kom ik bij dat hele diepe geluk. Ja. En het gekke van de cursus is, en ik geloof dat het les 2 of 3 is, die zegt, ik heb alles wat ik zie, de betekenis gegeven die het voor mij heeft. Ik heb die betekenis gegeven. Alles. Ja. Wat een waanzinnig radicale les om iets mee te beginnen. Niets wat ik zie betekent iets, en ik heb alles de betekenis gegeven die het voor mij heeft. Van verlies naar dood naar alles. Het heeft geen enkele betekenis, maar ik geef een betekenis. En dan wil ik even voorlezen wat die antidote, ik weet niet wat dat in het Hollands is, daartegen is het tegengif. En dat staat in les 12. Oké, in het Engels, Maaike. What is meaningless is neither good nor bad. Dus wat geen betekenis heeft is nog goed, nog slecht. Why then should a meaningless world upset you? Waarom dan zou ik boos zijn of uit mijn doen zijn omdat de wereld meaningloos is? If you could accept the world as meaningless and let the truth be written upon it for you, it would make you indescribably happy. Dus als ik zo aan... kunnen nemen, dat de wereld geen enkele betekenis heeft, dat niets enige betekenis heeft, maar ik leer mijn liefdevolle zelf op de Heilige Geest de betekenis aan me door te geven, dan zou ik unspeakably, indescribably happy, onbeschrijfelijk gelukkig. Maar omdat het geen betekenis heeft, ben ik gedwongen om de betekenis vanzelf op te schrijven. En daar leid ik van. Dus wat ik interpreteer wordt mijn ervaring. En daar ben ik volkomen van overtuigd. Terwijl als ik even terugstap en ik zeg. Help me even om dit anders te zien. En dat deed je zo mooi. Prachtig. Wat ik toen opvallend vond. Dat het... vanzelf leek te gaan. Ik leek naar een soort film, een droom te kijken. En dat is natuurlijk inherent aan zo'n oefening. Dat je dingen, de dromen lijkt mee te maken. Ik was er getuige van. En ik hoefde er verder niks mee. En ja. het was heel relaxed eigenlijk. Dat ik hoefde er ook niet mee aan de slag. Maar ik mocht het ontvangen, leek het wel. Ja. Ja. Maar jij bent een demonstratie van het resultaat van consistent met discipline dit werk doen. Want dan voelt het of het vanzelf gaat. Ik hoef het niet meer te doen, het komt automatisch. Zodra er een gedachte komt die niet vrolijk is, zeg ik meteen wat geloof ik. Nou, klaar. Want dat is niet waar wat ik ook geloof. En soms, ik had een paar jaar geleden een situatie, 4 jaar geleden, 5 jaar geleden, hadden we ontzettend hard gewerkt, dat iets van... 3 workshops in 3 weken in verschillende staten in de States, eens van 13 vluchten. En ik kwam een situatie terecht waarop opeens mijn oude overtuiging dat ik liefde kan verliezen naar boven kwam. En ik wist dat ik krankzinnig was. Ik wist dat het waanzinnig was, maar ik kon niet laten gaan. Ik heb krampachtig vast voor 1,5 uur. Nou, dat was voor mij een record. Maar soms is het een beetje moeilijk om te laten gaan, omdat het zo heerlijk voelt om gelijk te hebben. Ik heb een reden. Ik heb een reden om boos te zijn. En die pak je niet van me af. Kijk, tot een slappe lach. Zijn we klaar? Nou, dat is... Ik heb niks te bieden. Ik heb nooit iets te bieden. Nee. Kom nou, wie je hoeft niet te flatteren. Dat...
Goed, er zijn geen vragen meer. Iedereen heeft er schoon genoeg van. Ga lekker naar buiten. En dank je, dank je, dank je. Ja, waar moet ik nu staan zodat ik op de camera ben? Dankjewel, Diederik. Ja? Nee. Jij zat mooi in de Zoom-up. Dankjewel, Diederik. En ik heb eigenlijk wederom, ik noemde dat straks al, ik heb aan één structuur gespitst. Geluisterd en dat was nog wel even wat werk, want ik heb ook wat techniek te doen, maar ja. Dat loopt al goed en ik ben daar niet alleen in, zoals je ziet. Ik heb een boel dingen, items gehoord die mij diep treffen vandaag. En ook merk ik dat er veel mensen met vragen komen uit de politiek, maar ook hier vandaan, die ik ook heb. En we hebben dezelfde issues natuurlijk. En ze allerlei. Het mooiste waar je dan uiteindelijk weer toe terugkomt is, uiteindelijk doe je het allemaal zelf. Eigenlijk is het, met andere woorden, dat heb jij niet gedaan, maar hou op met de spiegel te poetsen. Want het zit niet in de spiegel, het zit in jezelf. En dat is zo duidelijk geworden. Ook de vragen die ik moest hebben, wat is het doel? Dat is iets wat ik me helemaal niet vaak afvraag. Ja, waar is het voor? En vaccinatie en verdriet over kinderen en kanker heb ik allemaal mee te maken. En waar is het voor? En het is iets wat je niet zo makkelijk antwoord voor vindt. Helemaal wanneer het over kanker gaat, op de achtergrond. Wat heeft het mij te vertellen? Je moet het aan je liefdevolle zelf vragen. Dan krijg je een antwoord. Als je het aan je ego vraagt, dan ben je weer een slachtoffer. Dat had zo niet moeten zijn. Het is verkeerd. Altijd. Ja. Er is maar één persoon die je vraagt en dat is de liefdevolle zelf. Ja. Die geeft je altijd, ik heb een hele saaie liefdevol zelf. Die geeft me nooit een ander, die zegt alleen maar, dat is alleen liefde. Ja. Ik zeg, ja, dat weet ik, maar ik vroeg je niet. Dat is alleen liefde. Dat is het enige wat ik krijg. Is het woord persoon hier op zijn plaats? Dan zegt, het is één persoon aan wie ik het gevraagd heb. Het woord iets, persoon, ja. Wat ik ook zo sterk me weer gerealiseerd heb, dat dit zijn die lagen van beton die ik over me heen getrokken heb. Ja. Die ik eigenlijk over de liefde die uit mijn innerlijk komt, je gebruikt het woord een bunker. Ja. En ja, het is keihard. Ik wil het niet, ik weet het. Maar ja, we bouwen daar bijna dagelijks aan, hè, van de binnenkant. Net aan de iglo. Aan de binnenkant zit je er. En die wand die wordt niet veel dunner. Ja, dat is duidelijk van bewust geworden. En alles gaat steeds naar de overtuigingen. Die ik heb, die ik er zelf aan, dat is ook zoiets. Bij alles kun je dat, en keer op keer was dat het antwoord op vragen, eigen overtuigingen. Dat is. En neem jezelf niet zo serieus, dat heb ik ook gezien. Ja. Hou daar ook eens een keer mee op. Ja. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Diederik. Heel hartelijk bedanken. Ik vind het fantastisch dat je hier bent geweest. Iedereen in ons midden en ook in ons audience vindt het fantastisch dat je hier bent geweest. En we gaan er ook een mooie, onze collega die hier niet is, die gaat een mooie opname van samenstellen en bij ons op ons web zetten. En die kun je ook krijgen natuurlijk, maar het wordt over een week of twee staat hij er wel, denk ik. Komen we langzamerhand tot het einde van dit deel. Achter je, op het ogenblik, staat een naast je een mooie bos bloemen. En ik weet dat. En ik vind hem mooi, omdat ik er zelf voor gezorgd heb. Maar ik vind hem toch waar. En het is onze gewoonte om die aan te bieden aan de spreker. Dus, maar ik weet niet of jij dat opgesteld hebt. Ik kan me herinneren. Ja, gesteld wel, maar ik kan me herinneren dat je bij voorgaande gelegenheid die bos meteen aan Anne Joke gaf. Noem maar je verhaal aan iemand. Anne Joke krijgt hem niet weer. Kom niet op. Weer! Maar Saskia krijgt hem wel. Saskia, kom even halen. Goed zo. Ja. Dat zijn jullie bloemen. Sido en Saskia, die hebben zo voor me gezorgd. Het is niet normaal. Dus dank je. Ja. Dank je. Heel fijn. Nou, dan rest mij om jullie allen te bedanken. En met de goede wensen naar huis te laten gaan. Of thuis nog eens even na te
laten broeden over wat er allemaal gepasseerd is vanmiddag. Want dat was voor mij nogal wat, ik denk voor velen van jullie. Dankjewel, Diederik. Dankjewel.